Hoi, leuk dat je weer kijkt. Vrijdagmiddag 16:30. Let zo meteen op het haar van Jan. Daar gaan we het zo over hebben. Wat waren we dichtbij? 2.500 euro. Waar het niet dat Paris Saint-Germain niet wist te winnen van Napoli. 8 van de 9 goed. Jaron mag terugkomen en daarom is hij er ook weer. Hoi Jaron. Het kan zo zijn dat je een beetje je stem kwijtraakt. Dat je nog een beetje dronken bent. Want het was de Woerdense feestweek. Dat is weer een ander moment, maar dit was de koeienmarkt. De koeienmarkt. Ja, voor de kijkers, als je moet kiezen, de koeienmarkt in Woerden of de kermis in Volendam. Daar komen we straks op terug. Ik heb het ook niet bedacht. De oeienmarkt. Nee, de koeienmarkt. Hij zegt zonder K. Ja, koeienmarkt. Oh, Mart. Ja, het had toch ook oeienmarkt kunnen. Oh, nee. Oh, ik moet mijn laptop nog even pakken. Dat er niet. Landig. Niel, ben je weer niet goed voorbereid? Nou, ik dacht dat na de vorige keer. Het had te maken met een uiterst inspannende potje FIFA. Oh, ja. Je helaas geen enkele keer winnend hebt afgesloten. Oh, zo, je bent van de feiten. Nee, inderdaad. We hebben een leuk potje gespeeld. Lars van Velsen met Sylvester van der Water tegen Niel Petersen en Jaron. 1-1 bij rust. Dus dat gaan we straks af. Met Thomas een keertje, toch? Met wie? Het eerste potje had je toch verloren? Of was ja, toch toen hadden we de stagiair uit Ommen, Thomas van der Veen. Super aardig jongen. Cameraman uit Ommen. Ook, maar ook vooral dat. Podcast. Podcast, hij doet het allemaal. Hij is stagiair ook gewoon, hè? Ja. Keukenkampioenenvisie. Nee man, hij is veel meer dan een stagiair. Hij doet meer hier dan jij het hier doet, trouwens. Ja. Hij heeft jouw competitie overgenomen, maar daarover later straks meer. Want jij zat in het stadion dinsdag. Zeker. Ja? Zeker. En weet ik nou een beetje miste van jou? Nou, jij bent trouwens ook niet zo'n persoon, hè? Van een beetje likeies hark op Twitter. Nee, maar ik had misschien wel verwacht dat je zei, ja, mijn stem kwijt. En sorry buren, ja, ik heb de hele nacht nog even zitten juichen van die ene van Masraoui. Hoe heet die? Masraoui? Ik dacht, hij zei Asraoui. Masraoui. Ja. Of een andere jongen. Hey, 0172. Maar, nee, ik ben inderdaad niet zo... Heb je het doelpunt überhaupt gezien? Ja, natuurlijk heb ik die gezien. Oké. Okay. Ik hoorde dat jou waren naar het toilet waren. Dat klopt. Maar ik ben niet iemand die bijvoorbeeld eerder denkt van... Hé, wacht, ik moet mijn auto nog wegrijden, zo meteen geen zin in de file. Ik ga een minuut 87 pleiten. Zo nee, maar dat gebeurt toch ook niet? Je bent geen typische Ajax-supporter. Nee. Nou, ik ben dat vind ik ook een beetje overdreven. Ik ben sowieso geen Ajax-supporter. Heel gechargeerd. Nee, Ajax-supporters niet. Ik weet dat ze bij AZ hebben ze dat heel lang gedaan. Dat ze eerder weggingen uit het stadion. Maar bij Ajax valt er ook mee. Nou. Ook? Sowieso in veel stadions. Wel? Ja, heel veel. Gebeurt wat overal, doe je, wat doe jij als je het bij Heracles ziet? Nou, ik weet wel. Normaal als ik zit wel gewoon op de bank of speel ik. Maar als ik op de tribune zit, weet ik wel dat wij natuurlijk op het laatst moeten even naar beneden om naar de kleedkamer te gaan. Maar als ik dan om me heen kijk, zie ik wel mensen gewoon richting de 87ste minuut of 60ste minuut al weggaan. Kan toch niet? Bij Volendam gaan ze 5 minuten voor de aftrap gaan ze weg. Is het meestal speelt Volendam thuis? Nou, oké, linksaf toch niet. Ja, maar goed, ja, vanavond vol, hè? Leuk, tegen Jong Ajax. Ja, Jong Ajax vol uitvak zeker, of niet? Nee, maar dan is alles vol. Want dan gaat iedereen die denkt, ik wil Ajax wel een keer zien, die gaat dan opeens... Dan zit meen je dit? Vol. Dat is echt waar. Dat is geen grapje. Maar voor het eerst sinds? Jaren misschien wel, of wat, niet? Dat is vol. Ja. Vol. Nee, natuurlijk niet. Je hebt die bekerwedstrijd tegen PSV en Sparta gehad. Waren die vol, ja? Ja, 100%. Ja. Kon je niet echt zien, want er was behoorlijk wat fakkels. Dus, maar nou, goed, ik heb jou 6 keer de vraag gesteld hoe het dinsdagavond was. Denk er even over na. Dat was leuk. Nee, maar denk er even over na. Ja, kom even met een goed antwoord hoe het was in de Johan Cruijff Arena. Een Champions League sfeertje. Winnende goal in blessuretijd. Want het is een klein brugje van de Johan Cruijff Arena naar de Meerdijk. De oude Meerdijk. Want onze grote vriend, ja, Hein van der Boogaard, staat in Emmen. Ik dacht dus bij de oude Meerdijk, maar je bent inmiddels ergens anders. Ja, we zijn inmiddels in de Hoofdstraat, Niel. We zijn in de Hoofdstraat van Emmen beland. Omdat we eventjes gaan kijken hoe het hier leeft. Of het al een beetje losgaat in Emmen. Nou ja, je ziet het. Het moet nog een beetje loskomen. Het is natuurlijk ook pas... hoe laat is het? Kwart voor... Bijna, ja, het is 16:30. Dus mensen moeten nog even hun werk afmaken. En dan gaan ze langzaamaan, denk ik, de stad in. En richting de Oude Meerdijk. Ja, ik denk het niet, hoor. Maar... Heel goed. Hein, je bent nu elke week, elke vrijdag op stap. Ons leek het leuk de eerste keer naar Emmen te sturen. Toen al Daniel het voetbalgeneus al gezegd, nou, dat moet je niet doen. Op vrijdagmiddag naar Emmen gaan. Maar we zijn natuurlijk in Emmen, omdat Emmen debuteert in de Eredivisie dit jaar. En gaat op zoek naar de eerste thuiszege ooit in de Eredivisie. Hoe is de sfeer in Emmen? Ja, het gaat los zoals je ziet. Nee, inderdaad, de Twitter-reactie was inderdaad heel mooi. Want we vroegen ons af waar we vrijdag naartoe moesten in Emmen. Op het moment dat we dus naar Emmen gingen. Nou, de reactie was duidelijk. Naar de dokter, want dan ben je niet goed. Maar het moet hier dus toch een beetje loskomen. Toch lijkt het wel al een beetje te leven hier. Nee, zonder dolle inderdaad. Emmen is op zoek naar de eerste thuisoverwinning inderdaad in de Eredivisie. En die gaat het opnemen tegen VVV. Dus het belooft een spannende pot te worden in ieder geval.
We hebben ook wat serieuze tips gekregen. Onder andere waar je moet gaan eten. Toch? Je moet ergens een broodje gaan halen zometeen. Ja. Klopt. We gaan zo meteen over kleine 20 minuten hebben we afgesproken met Dick van Dick Broodjeszaak. Want ja, daar moet je natuurlijk naartoe voordat je een wedstrijd van Emmen gaat bezoeken. Maar we staan natuurlijk ook nog open voor andere tips of opmerkingen. Dus als er mensen denken, zitten te kijken en die denken, hey, ga daar even naartoe. Dan, nou ja, we zijn redelijk flexibel. Dus ja, geef maar wat tips door. Ik zit nog even te kijken hier in de studio. Mensen, tips. Ben je wel eens in Emmen geweest? Naast dat je er gevoetbald hebt? Nee, eigenlijk verder niet. Nee, ik zou het niet weten. Misschien de McDonald's gewoon? McDonald's, zegt Sylvester. Iemand anders mensen hier tips? Nee? Sterker nog, er is geen McDonald's. Tenminste, die hebben we nog niet gezien. Oké, heel goed. Mensen die zitten te kijken en denken, joh, Hein heeft het natuurlijk altijd naar zijn zin ergens. Maar die kan nog wel wat, ja, wat leuks ja, eigenlijk voor zijn kiezen krijgen. Zo meteen naast het broodje bij Dix. Laat het even weten. Ik zou zeggen in de chat. En dan gaat Wouter het doorgeven. Of dan ziet hij... Aan de Hoendekamp 1 moet je zijn, Hein. Hoendekamp 1? Ja. En wat zit daar precies? Een McDonald's. Oh, daar zit een McDonald's. Top. Nou ja, wie weet gaan we daar nog even naartoe. Maar Dick's broodjeszaak, dat belooft veel goeds. Ik heb al een beetje mogen ruiken binnen, dus nee, ik blijf bij Dick. Oké, veel plezier bij Dick. Geniet van het broodje, Dick. En dan spreken we weer straks heen. Tot zo. Dat hij dat gewoon kan combineren, hè? Dat hij gewoon straks op de bank zit en nu gewoon nog een broodjeszaak heeft. Ik zat erop te wachten, man. Jezus, dat duurde dat ook lang nog. Maar jij bent nu hier bezig geweest terwijl je bezig ging houden met hoe de sfeer was in de Johan Cruijff Arena. Ja, hoe denk je dat de sfeer is? Die was wel vrij aardig, inderdaad. Vrij aardig. En natuurlijk, dat was geweldig, man. Okay. Heb jij tijdens de wedstrijd gedacht, ja, dit gaat hem wel worden? Nou, ik had eigenlijk, ik zou heel eerlijk zeggen, dat ik rond de 88e minuut zoiets had van, we kunnen nog wel 5 uur doorvoetballen, maar hij gaat aan beide kanten niet vallen. Had ik het idee. En toen was daar de man uit Alfa aan de Rijn. Hè? Ja. Masroui, als we naar die wedstrijd kijken, Jan. Ja. Heb jij ervan genoten? Nou, ik moet zeggen, ik was aan het werk. Dus ik ben dan iets anders aan het kijken dan dat ik gewoon op de bank zit en alleen maar voetbal aan het kijken ben. Dus ik moet ook kijk je dan serieuzer? Ja, sowieso. Ik moet ook wat doen. Nog serieuzer? Ja. Dan ben ik echt heel erg. Dan heb ik ook serieuze blik in mijn ogen. Maar ik vond het nogal. Iedereen vond het een fantastische wedstrijd. En uiteindelijk is het natuurlijk een fantastisch resultaat voor een Nederlandse ploeg. En ook wel een leuke wedstrijd. Maar ik vond het ook heel erg rommelig. Zeker in het begin. Heel veel balverlies. Dat was ook wel leuk en spannend. Veel druk aan allebei de kanten. Scheidsrechter die bijna aan het vermoorden was. Want dat vond ik echt niet best. Maar uiteindelijk, tuurlijk, als dit, zoals ik heb even als Feyenoord-fan gejuicht aan het einde, hoor. Ja? Ja, mooi, tuurlijk. Stond je op van je werkplek? Nee, dat niet. Ik bleef wel zitten. Maar wel je even, vuistje gebald. Even die armpjes in de lucht. Hey, mooi toch? Ja, schitterend. En jij, Jaron? Jij was ergens waarschijnlijk in Woerden in een kroeg aan het rondlopen. Nee, ik was deze wedstrijd wel even thuis gekeken. Okay. Daar ging ik wel voor zitten. Maar ja, het was een prachtige wedstrijd met een nog mooier resultaat. Geloofde jij er wel nog in op het eind? Of dacht je, net zoals Lars, dit gaat gewoon een typische, heerlijke 0-0 wedstrijd zijn? Nee, ik vond niet helemaal echt een typische 0-0 wedstrijd. Maar ja, in het 88ste minuut, dan kan je daar best wel zeker van zijn. Dus niet. Maar ik had wel het gevoel dat er zomaar nog een goaltje kon vallen. Maar wel beide kanten. Aan allebei de kanten? Allebei de kanten. Het was niet overduidelijk Ajax. Ik had later ook nog over... Een gelijkspel had best wel een redelijk resultaat geweest. Maar als er dan iemand moest winnen, had het wel Ajax geweest. Op basis van de kansen. Maar in de eerste helft kan je ook gewoon 3-0 achterstaan. Maar redelijk in de zin van een terecht resultaat voor beide kanten? Of dat het voor Ajax ook wel een redelijk resultaat was geweest? Ik denk dat als het altijd 0-0 geweest, dan had Ajax daar niet met een teleurgesteld gevoel het veld van hoeven stappen. En die 1-0 is wel een beloning voor de kansen die je wel creëert en het spel wat je hebt laten zien. Maar ik ben het inderdaad ook zeker eens. Ik vond de wedstrijd vooral heel erg slordig en rommelig. En daardoor werd hij leuk. Omdat er een heel hoog niveau en heel veel snelheid in zat. Maar het was niet het niveau wat Ajax liet zien tegen bijvoorbeeld Bayern München. Ik heb wel een kleine soort van... Ik dacht bij die goal van Masroui dat hij de eerste keer de bal aannam. Dacht ik echt bij mezelf. Ik denk, nou wordt het niks meer. Snap je? Ik dacht, hij moet hem in één keer op doel beuken. Jan, hoe kijk jij er naartoe? Als statistiekman? Ja, dat heeft weinig met statistieken te maken. Hey, maar had je niet goed, het idee dat bal... het juist daardoor vol liep en dat hij... Kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk geluk dat die bal geraakt wordt. Maar zullen we het eerst zeggen dat het dramatisch verdedigd is achterin bij Benfica? Waar die goal uit... Ja, dat ook allemaal, maar we gaan even terug naar jouw vraag. Dan kunnen we straks nog over die dramatische verdediging. Ja, kijk, als je een bal aanneemt, dan heb je wel meer controle over zo'n bal. Dan controleer je ook een bal. Dus dat was op zich helemaal niet verkeerd. En uiteindelijk gaat hij er gelukkig in. Ja, we zullen het nooit weten, Lars. Als hij hem één keer ramt, dan zeg je misschien wel... waarom neemt hij hem in godsnaam aan als hij overvliegt, zeg maar.
Maar jij had ook nog iets anders. Jij dacht ook dat het goed was dat hij daar stond, toch? Ja, dat was weer een van mijn fameuze hersenspinsels. Nee, ik had het idee omdat er best wel... Ik had het idee dat Dolberg er niet helemaal lekker in zat. Niet. Nou ja, Van der Beek had natuurlijk een grote kans gemist. Dat ik wel eigenlijk blij was dat uiteindelijk dus die bal bij hem kwam. Omdat hij dan... Dan denk ik even heel psychologisch, hè, het minste te verliezen heeft, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, hij speelt natuurlijk geen goede wedstrijd. Ja, nee, maar ik degend gezien. Ja, maar hij is bijvoorbeeld niet... Kijk, als het een aanvaller is en je zit er niet lekker in, snap je? Dan is de kans dat je hem snap je? Dan ben je... We hebben een aanval op de bank. Missen. Snap je wat ik bedoel? Zou dat voor jou ook zo zijn? Of denk je gewoon als aanvaller, het is mijn bal, ik schiet hem er wel in? Ja, tuurlijk. Gewoon erin schieten is erin schieten, inderdaad. Maar als ik het even inderdaad over het spel van Ajax moet hebben, ik vond het inderdaad ook niet goed. Maar ja, je kan niet elke wedstrijd kan je zo goed blijven spelen. En ik vind dat Ajax wel een hele goede vorm heeft. Maar... Ik vond het eigenlijk best wel matig. En onder andere Tagliafico vond ik eigenlijk heel matig. Tadić ook niet echt. Ziyech vond ik ook niet heel erg denderend. Maar uiteindelijk, ja, scoren ze wel. En dat is wel belangrijk. Want ik had ze inderdaad, als ik ook minuut 88 dacht, ik ook bij mezelf van, nou ja, je kon ook 2-0 achter staan. Of het blijft nu 0-0 inderdaad. En ja, als je dan zo scoort en dan vier het daarna zo met z'n allen... Ja, mooi. Ja, dat zit wel goed, hè? Ja. Hey, trouwens, hoe bizar dat we 2 topscorers hebben bij Ajax in de poolfase. Dat is de linksback en de rechtsback. Tagliafico 2. Ja. En nu Mazraoui 2 keer. Ja, en dan geen één keer ook uit, bijvoorbeeld uit een standaard situatie. Dus niet één keer uit een strafschop. Maar dat vind ik altijd wel mooi van Ajax. Want Ajax heeft eigenlijk altijd wel backs die opkomen. Die ook op zich nog wel scorend vermogen hebben. En ja, vaak was het dan vorig jaar met Veldman, die bleef nog veel achterin. Ja. Maar dit ligt natuurlijk ook perfect in het spel van hoe Ajax nu speelt met een Tadić en een Ziyech die allebei veel naar binnen gaan. Waardoor er heel veel ruimte op de backpositie ontstaat. En dat merk je, dat daarom is Mazraoui speelt zo'n goed seizoen. Dat is van nature een middenvelder, dus aan de bal heel sterk. Tagliafico heeft sowieso die drang naar voren. Ja, dat betaalt zich nu uit in de Champions League. En in de Eredivisie zie je dat ook terug met voorzetten. En het zijn niet meer altijd die achterlijn halen, hoge voorzet, maar ook die balletjes terugtrekken. Waar die goal uit ontstaat natuurlijk, dat is dan Neres. Maar die legt hem terug. Echt een supergoeie verdedigende actie, waardoor Dolberg hem niet kan intikken. Ja. Want die kans komt uit natuurlijk geblunder achterin bij Benfica. En ik vond het trouwens wel... Ik denk dat Ajax wilde natuurlijk wel. Hè. Het gat was 1 punt tussen beide ploegen. Mm. Het is nu 4 geworden. Maar het was eigenlijk een keer... Ik was gewoon blij dat het... Hoe langer de wedstrijd duurde, dat na het einde ging... Dat ik dacht, pak maar gewoon een punt nu. Gewoon, weet je, loop nou niet in de val... Zoals heel veel Nederlandse ploegen in het verleden in de val zijn gelopen... Door het nog te gehaast en gejaagd op de 1-0. Nou had ik wel het gevoel dat het niet echt een val was aan de kant van Benfica. Dus niet dat zij... ervoor kozen om meer wat terug te gaan dan dat ze in de eerste helft deden. Maar dat het ook ze werden gedwongen door Ajax om dat te doen. Die in de tweede helft ook wel iets meer grip kregen op die wedstrijd. Gek, want Frenkie de Jong speelde juist in de eerste helft bijvoorbeeld heel goed. Tweede helft was hij iets minder. Maar toch had je het gevoel dat het niet zo was dat Benfica juist wat terugleunde... om er dan nog een keer uit te komen. En voor Benfica was een 0-0 ook niet zo slecht geweest. Nee, daarom. Wetende met goed. Nee, dat was zelfs uitstekend geweest. Ja. Ja. Het verschil is nu 4 punten. Benfica ontvangt natuurlijk Ajax nog thuis. Ja. En AEK thuis. Of AEK moet ik eigenlijk zeggen, van Wietse van de Goot. Zeker. En Bayern kan dan al eventueel in die wedstrijd ook al uitgespeeld zijn tegen Benfica. Ja, maar ik denk sowieso dat... Ajax gaat echt heel lastig krijgen bij Benfica uit. Ja. Ik vond ze echt goed voetballen bij Bayern München uit. Maar ik vond Benfica echt gewoon een goede ploeg. En ja, vooral in de count zijn ze heel gevaarlijk met snelheid. En, is dat dan ook met verwachtingspatroon heeft te maken? Dat bij Bayern uit eigenlijk niemand verwacht iets van Ajax op dat moment. En nu wordt er gewoon verwacht dat eigenlijk Benfica verslagen wordt. Want Benfica, Portugal en... Ja. Maar dat heb je als je een punt pakt bij Bayern München. Ja. En je doet het ook gewoon voor de rest gewoon eigenlijk goed in de Champions League. Ja, dan verwachten ze dat wel. Alleen vaak zijn er wel te veel, te hoge verwachtingen. Maar als je nu kijkt naar de stand, dan staat er eigenlijk de best voetballende ploeg gewoon bovenaan. Ja. De Champions League stand bedoel je? De Champions League stand. Overigens, kunnen we even de show stoppen? Tom Dekker maakt zich ernstig zorgen over jou. Wat dan? Nou, hij zegt, je bent heel gevaarlijk bezig met je hand over die laptop... Hij hoeft maar 1 keer weg te glijden en de laptop ligt op de grond. Ah, hij is van mijn baas, dan krijg ik wel een nieuwe. Zo, dat je het weet even, Tom Dekker. Goed. Maar wel bedankt, Dekkerinho. Ja, nee, het is gewoon Tom Dekker.
Hey, maar het is toch zo? Ik bedoel, uiteindelijk speelt Ajax toch het beste voetbal uit de Champions League pool momenteel? Zeker. Zeker. Maar ik denk dat wel als je straks Benfica uitkrijgt, krijg je wel een heel andere wedstrijd. Je krijgt die Ruben Dias, die staat al terug in plaats van die Conti. Ja. Nou, dat is al een wereld van verschil. Centraal achterin daar. En ik vind die spits van Benfica echt een kanje hoor. Ik denk dat Jonas gaat spelen. In plaats van is hij dan weer fit? Ik denk het wel, want die... Oh, Saffiro. Nou, zij weten het even niet, wij praten even door. Gewoon... En we hebben het over die spits. Saffiro, de licht had het heel moeilijk hoor. Echt moeilijk tegen die spits. Ja. We hebben het even over of Jonas of Seferovic überhaupt gaat spelen volgende week. Oh, het is Jonas. Die is er ondertussen ook verder. Jonas voor mij 34 zou ik zeggen. Maar die Seferovic die staat erom bekend dat hij lekker kan meevoetballen. Maar scoren is niet helemaal zijn ding. Die, vrij essentieel voor de spits, dat, dacht ik. Ik zou zeggen dat is best wel een belangrijke voorwaarde. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze gaan doen. Zeker omdat ze volgende wedstrijd moeten ze. Dus ik verwacht dat ze veel dieper gaan staan. En Ajax veel meer Ajax al vroeger onder druk gaan zetten. Dus hoger gaan staan. En ik denk dat we dan een heel andere wedstrijd gaan zien. Met meer ruimte voor Tadić en Ziyech. Waar ze uiteindelijk, denk ik... waar Ajax heel gevaarlijk in kan zijn. Maar ik denk wel een veel meer open wedstrijd. Of nog opener. Of op een andere manier een open wedstrijd. Dan dat we net hebben gezien. Maar ik ben wel benieuwd naar Ben. Voordat we misschien gaan we zo door. Willen jij nee door? Joh, neem je tijd. Nou ja, je met zo'n kapsel zit, jongen. Echt. Ja, we luisteren naar alles wat jij zegt vandaag. Dit is een statement, hoor. Zo in de grote S of Kickershow zitten. Niet uit. Geef nergens meer om. Maar Neres valt natuurlijk in op het allerlaatste moment. Is dan nog belangrijk. Nou, heel veel over gezegd. Maar nog niet hier op deze bank. Daar wil ik eigenlijk wel even wat van jullie over weten. Nou ja, goed. Ten Hag... zeg na afloop, ja, we brachten hem omdat we hoopten dat hij wat meer extra diepte in het veld komt. Dat kan hij ook natuurlijk. Zeker. Maar ja, dan breng je hem toch niet zo laat? Of is dat gek van mij? Kan je ook zo laat, zo kort voor het einde nog zo... Ja, hij bewijst nu dat kan, maar kan je daarop rekenen of op gokken als team, trainer? Nou, ik denk dat hij in principe heel veel kritiek had gekregen als Conte die fout niet maakt. Ja. Want daardoor komt Neres aan de bal en kan hij die beslissende actie doen. Precies. Maar anders heb je hem niet gezien. In die paar minuten zegt iedereen, ja, waarom geef je hem maar een paar minuten? Ja. Nou, vaak is het als trainers laat wisselen, maar ik denk dat jij het beste kan beamen, Sylvester, waarom trainers dat in betaald voetbal doen. Omdat ze de organisatie niet overhoop willen halen en gewoon het elftal staat, de afspraken staan. Ja. En dan maar gewoon met dit team de 0-0 halen. Toch? Dat is waarom trainers vaak laat wisselen. Ja, inderdaad. Maar als je dan eigenlijk de 0-0 houden, dan waarom gooi je dan aanvallen erin? Dan zou ik liever eerlijk gezegd, een middenvelder er nog in gooien. Dat is meestal wat stabieler dan een aanval. Want een aanval, als die erin komt, die wil gelijk een actie maken. Eigenlijk, nu dan was die wel belangrijk. Maar vaak wel een aanval als die erin komt en je speelt maar 5 minuten. Nou, of je zit nog niet lekker in je vel. Dat je denkt van, oh, waarom kom ik er pas zo laat in? Of ja, het zou... Ja, ik weet niet precies waar het ergens anders kan liggen. Maar... Ja, of je heel erg willen bewijzen, juist een beetje... Dan iets doms doen. Ja, iets doms doen. En dat zie je vaak gebeuren ook, dat een aanval en een bal verlies. En dan, nou, voor een aanval is dat sowieso wel lastig, denk ik, altijd op zo'n moment invallen. Dan kan je beter elke week 90 minuten spelen. Ook al is het in Denemarken. Want dan hebben we het natuurlijk over Mart Lieden. Kijk hem eens, lachen, jongen. Hoi, Mart. Goedemiddag, Hera. Goedemiddag. Hey. En je zit in een zo gezellige auto. Je live van Dutch Television. Live van Dutch Wauw. Ja. Hij zit in de carpool. Zit in de carpool. Met wie zit je? Ja. Met Johan Absalonsen. Hoi. Hi. En met Steven Gardeman. Spreek Nederlands. Spreek Nederlands? Ja, heb je Heerenveen gespeeld 4 jaar. Kijk, vloeiend Nederlands. Ja, de kans was natuurlijk groot dat je een oud... die jongen achter je heeft dus bij Heerenveen gespeeld. Maar je hebt nog wel meer Nederlandse connecties daar, hè? Bij jouw clubje. Ja, het is druk geworden. Ik ben een trendsetter, hè? Ja. Nee, je hebt Casey Luijks. Ja. De jongen met de allergrootste glimlach die ik ooit heb ontmoet, Simon Paulsen. Ja, hij is een halve Nederlander, hè? Ja, is het een halve Nederlander? Hij is een Deen, toch? Ja, ook een Deen. Hij is gewoon interlands voor Denemarken, bijvoorbeeld. Hij gewoon voor Denemarken. Niet zo'n beetje ook, hoor. Hij heeft bij Jong PSV EK gespeeld. In zijn voetbalpaspoort staat geen Nederland. Nee, maar een Nederlands connectie, zei ik, toch? Of zei ik Nederlander? Nou goed, maakt niet uit. We gaan het er lang op door. Goed, ik zit er lekker in. Prima. Goed, je hebt er heel veel daar dus in Denemarken... die ook wel in de Eredivisie hebben gespeeld. Ik wilde zeggen, je zit er lekker in de laatste weken. Maar dan hadden we je in september moeten bellen. Want, ja, klopt. Toen scoorde je laatste goal. Ja, is alweer even geleden. Dus wordt tijd vandaag. Ja, was iets los dat je de laatste maand niet hebt weten te scoren? Ja... Het waren een paar lastige wedstrijden ook. En we spelen iets anders. Ik sta in mijn eentje voorin.
waardoor ik toch wel veel zelf moet creëren. En ja, dit, de laatste paar wedstrijden wil het niet echt lukken met scoren. Maar goed, dan moet je hard werken en in andere dingen belangrijk zijn voor het team. En wat voor dingen zijn dat dan waar je belangrijk in moet zijn als spits? Als het niet om scoren gaat? Wat ik zeg, hard werken. Train nu graag dat ik de hoeken weer induik. We hebben het vorig jaar wel eens over gehad. Zeg maar het verschil tussen het eerste jaar Eindhoven en het tweede jaar. Maar goed, ja. Ik speel hoe een trainer wil dat ik speel. Dus ja, ik heb dat accepteren en ik doe mijn best. Je hebt daar ook al denk ik een goede persverlichter, toch? Ik speel zoals de trainer wil dat ik speel. Nee, maar ja, die bepaalt of ik speel. En als je niet scoort, dan wil je natuurlijk wel blijven spelen. Ja. Dus dan moet je toch wel een klein beetje luisteren naar de trainer. En dan kan je niet alleen maar doen wat je zelf wil. Nee, dat is inderdaad zo. Jullie staan bovenaan het rechte rijtje. Is dat eigenlijk ook een beetje wat jullie doelstelling is? Nou, de doelstelling is top 6. Okay. En ik moet zeggen, het staat allemaal wel heel dicht bij elkaar, hoor. We staan met 3 punten achter op de nummer 3. Of 4, uit mijn hoofd. Dus we staan er wel rechter rijtje, maar ja, als we vandaag winnen, dan kan het zomaar linker rijtje op de 4e plek staan. Ja, want je speelt vanavond tegen OB. Ja, maar dat zeg je goed. Ja, goed voorgelicht. Wat zeg je? Je bent goed voorgelicht. Ja, ja, ja. Nou, die naam kon ik nog net uitspreken in jullie competitie. Die staan net onder jullie, wat voor, want ik zit te denken, jullie spelen om 7 uur, toch? Yes. Oh, je bent dus wel bijna op de club. Ja, 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 we zijn er bijna. Ah, oké. Okay. Maar wat voor een ploeg heb je tegenover je vandaag? Ja, toch wel een ploeg die het ook lastig heeft. En willen fysiek spelen. Ze spelen ook best wel verdedigend. 5-3-2, geloof ik. Dus ja, het wordt wel weer een lastig potje, maar ik heb er wel vertrouwen in. Sta je daar lekker, hè? Op je eilandje tegen 3 centrale verdedigers. Ja, ik hoop dat het vandaag wat anders is, maar ja, we gaan het zien. Hey, toen je vorig jaar hier zat, was wel mooi, hè? Want je wilde een andere uitdaging. Uiteindelijk is het Denemarken geworden. Goed verhaal. Nou, ze hebben hun woorden waargemaakt. Dat is ook wel eens wat waard in de voetballerij. Hè? Dat je wordt gehaald als eerste spits. En dat ze je ook week in, week uit blijven opstellen. En de afstand werd kleiner met je vriendin. Eigenlijk tot nu toe gewoon een hele goede beslissing geweest voor je, toch? Ja, ik ben ook hartstikke blij. Ik zit goed in mijn vel. Verder natuurlijk wil ik meer goals maken. En ik heb er ook nog wel vertrouwen in dat het gaat lukken. Maar verder, op de club, superleuke mensen, leuke groep jongens. Ik woon leuk in Odense dan. Dus speciaal wedstrijdje vandaag. En ja, ik heb niks te klagen. Nee. Mart, heb je eigenlijk al een restaurantsponsor die je juichen na afloop sponsort? Oh, dit is ik goed, heb zeg. Een persoonlijke sponsor, een hotel. Dus als we winnen vanavond en we willen doorhalen, dan kan ik om de hoek slapen in het hotel van mijn persoonlijke sponsor. Oh, klasse, goed geregeld. Vorig jaar had je bij Eindhoven, wat had je? Vorig jaar deed hij elke keer juichen op een bepaalde manier. En toen vroeg ik dus waar het was. En dat was door Café de Bok, hè, of restaurant de Bok? Ja, van Giel de Bok, voor Leen de Roef. En toen had ik eventjes een titel. Dus dit kostte weer een etentje, dat ik ze weer even benoemd heb. Bij Lars, welk restaurant was het? Nou, ben ik het weer vergeten. Giel de Bok. Ja, lekker. Nou, als je het nog 3 keer zegt, dan eten wij ook binnenkort met heel z'n afkikken daar. Ik heb vorige keer echt gewoon een grote banner gewoon in beeld, hè. Dat is niet normaal. Nou, geregeld. Mart, wanneer ben je in Nederland? Gaan we daar met z'n allen eten? Komende Interland weekend ben ik er weer. Nou. Moet kunnen, toch? Staat geregeld. Dus, hoe vaak moeten we het nog... 16, 17 november. Hoe vaak moeten we het nog roepen, dat restaurant? Nog 1 keer en dan denk ik dat we met z'n allen mogen eten. In koor dan. Ja. Wat is het? Heb je die banner niet meer van vorig jaar? Maar die maken we nog wel even. Die maken we nog wel even. Die plakken we er even overheen. Ja. Oké. Okay. Wat was de Bok, toch? Giel de Bok? Giel de Bok. Schijnt echt een heel goed restaurant te zijn. Echt goed. Giel de Bok. Dat is echt top eten. Ik heb een bucketlist en dat is heel raar, maar ik durf gewoon eerlijk te zeggen. Giel de Bok staat bovenaan. Ja, echt waar? Ja, ik wil nog een keer bij Giel de Bok eten. Leuk dat je zegt, want bij mij is dat ook zo. Niet? Ja. Nou, ik ken iemand en die hangt nu. Ik denk dat we een keer met Mart Lieder bij Giel de Bok. Lekker, man. Giel de Bok, onthoud die naam. Bij Giel de Bok moeten we eten. Mart? Staat er dit? Nu even die wedstrijd focus. Anders ben je alleen maar bezig met Giel de Bok. Ja, dat komt goed. En doe de jongens vooral de groeten daar. De Nederlandse jongens, Kees en Simon. Maar, hey Mart. Hey, hoe Sylvester is het wil wat even aan je vragen. Sorry. Is het een stukje anders dan Eindhoven? Oh, ja. Of, ja, hoe is de sfeer? Onheids, is wel gelijk. Maar de club zelf is natuurlijk wel een stuk groter dan Eindhoven. Dus maar ja, ik kan het je wel aanraden, hoor. Als het bij Heracles niet wil lukken, dan Nou, ik heb nog 3 jaar, hè. Dus eerst laten we even de Eredivisie en wie weet daarna buitenland. Oh, zaak.
Ja, dat is goed. Hey, maar ik moet hangen, jongens. Ik ben op de club. Neem ons even mee de kleedkamer in, Mart. Gaan we warm lopen. Hartstikke goed, jongen. Ja, nee. En je weet, hè, als je vanavond scoort, hoe het komt, hè? Elke week ons kijken. Yes. Is goed. Rustig aan, jongen. Hoi, succes. Hoi. Waar gaan we naar eten? Giel de Bok. Lekker, man. In Waalre, volgens mij. Dat moeten we er wel even bij zeggen. Ja, dat is wel belangrijk. Er zijn meerdere Giel de Bokken, natuurlijk. Giel de Boks. Ik heb echt... Giel de Bok. Ja, nee. Maar wat voor eten is het trouwens? Gewoon lekker eten. Ik had toch iemand wel even opzoeken. Wouter, jij hebt een laptop bij je. Ik was er net aan het opzoeken waar het überhaupt lag. Of dat we de mannen van FC Enix 2 er even langs kunnen sturen. Waalre is wel een stukje, hè? Ja, mazzel, ik gun Raoul niet daar lekker eten. Zonder eind over. Dus ga jij even opzoeken wat voor een restaurant is, wat voor een, hoeveel Michelinsterren het heeft. Gaan wij even luisteren naar Lars Schöne. Want wij spraken Lars Schöne afgelopen dinsdag na de 1-0 overwinning tegen Benfica. En we vroegen, ja, met welk gevoel kijk je nu vooruit naar de klassieker tegen Feyenoord? Nou ja, een hele goede gevoel. We hebben de laatste weken gewoon erg goed gepresteerd. En dus we hebben al veel vertrouwen. Maar goed, de klassieker is een wedstrijd op zich. En dat zijn hele speciale wedstrijden. Dus ik denk dat beide teams helemaal er vaak voor klaar voor zijn. En dat wij natuurlijk hebben wij een fantastische reeks achter de rug. Maar ik denk dat zij ook hier naartoe komen met een goed gevoel. En het wordt weer een leuke wedstrijd. Hey, je hebt al eerder heel vroeg tegen Feyenoord gescoord. Afgelopen weekend scoorde je ook weer vroeg. Ga je dat aanstaande zondag weer doen? Ja, als het aan mij ligt, graag. Nee, ik denk dat we de laatste jaren goed tegen Feyenoord hebben gespeeld. En die punten steeds pakken. Dus laten we hetzelfde doen. We zijn weer live, nieuw. We zijn weer live, ja. Ik wilde het net hebben over de klassieker. Dat is mooi, ja. Want daar gaan we het over hebben. Fijn. Goed gevoel, kijkt hier op vooruit. Nou ja, snap ik wel. Wij weten wel wat het gaat worden natuurlijk op FIFA. Ja, 1-1 bij rust. Dat de wedstrijd gestaakt wordt. 3-1. Ik denk dat, in de vorm dat Ajax nu zit, denk ik dat ze wel gaan winnen. Ja. Ja, Feyenoord, ja, ik weet niet, ze zitten denk ik een beetje gewoon in een dip dit jaar. Ik kijk ook heel weinig naar Feyenoord, omdat ik het dit jaar gewoon niet denderend vind. Ja. Maar is dat dit jaar of is dat, ze spelen eigenlijk al op deze manier al een hele tijd? Ja, vorig jaar vond ik het nog wel redelijk eigenlijk. Maar dit jaar, ja, ik weet niet hoe ik het kan uitleggen. Maar het is, ja, ze spelen niet op de manier hoe ze eigenlijk horen te spelen gewoon. En ik weet niet of het ligt aan de spelers nu. Of... Jan kan dat uitleggen voor je. Ja, Jan is een fijne watcher. Ik kan niks uitleggen, maar kijk, volgens mij weten de vaste kijkers wel dat ik vind dat het vooral komt door de trainer. De trainer. Giovanni van Bronckhorst, die natuurlijk nu jarenlang zijn best doet om wat van te maken bij Feyenoord, heeft het ook goed gedaan. Kijkend naar de prijzen die hij heeft gewonnen, maar het spel is natuurlijk eigenlijk al langer niet heel goed. Voorgaande jaren was Berghuis misschien wat meer in vorm. Dat wat meer ook aantrekkelijk, wat meer aantrekkelijker maakte. Dat El Amali natuurlijk vol altijd erop klapte, die mis je nu ook. Ja, dan blijft er misschien toch wat weinig over, helaas. Kon het spel je tegen PEC Zwolle bekoren? Eerste helft was genieten. Ja? Serieus. Dus ik heb ook... een fragmentje uitgekozen. Dat kan allemaal tegenwoordig nu bij Fox natuurlijk zitten. Oh, genieten. Ja, kijk, daar komt hij. Dit is natuurlijk eerst gek dat Jan-Arie van Heijden gaat nu... Dit balletje is vind ik een raar balletje, maar goed. Zo, man. Dat is het enige wat hij kan doen op dat moment. Maar let op hier. Dit, kijk, dus Berghuis. Dit is natuurlijk hoe Feyenoord speelt een beetje in de U. Maar uiteindelijk gebeurt er nu iets anders. Ja, dat doe ik zo. Okay. Dit vond ik een mooie dit bal. Dit is even goed. Ja. Sint-Justie vanuit binnen komt en dit balletje is lekker. En die moet Jurgensen maken. Ja, Oké. Maar nu als je het zo ziet, hè? Ja. Zwolle zet gewoon geen druk. Oké, laten we even teruggaan, want we kunnen hem nog een keer gewoon laten zien. Dan zien we eerst die is een prachtige sloop, maar die bal gaat nog steeds er niet in. Ja, zie je nu nog even goed. Nog een keer. Buitenkantje. Ja, buitenkant. Heerlijk. Ja, het is een... Jan, je hebt wel goed fragment. Waarom gaat Van de Hart... Nou, zet hem even stop. Kijk, stop. Vooruit. Stop. Maar wat ik hier... Kijk, hier begin ik al. Deze twee kijken maar gewoon, doen niks. Ja, eens. Hier begint het al. Nou, een soepel balletje is oké. Maar denk jij dat Ajax aankomende zondag zo blijft staan? Zeker niet. Nee, dus dan ga je al een heel ander spelbeeld krijgen. En dan vraag ik me af of Feyenoord wel tegen de druk kan. Maar waarom staat Sint-Justen trouwens hier niet gewoon 4 meter naar voren? Nou, dat was ook mijn punt waarom ik het een gek balletje vond. Ja, oké. Hij heeft niet heel veel afspeelmogelijkheden. Zeker omdat hij al wat opengedraaid is aan de rechterkant. En dan kan hij gewoon over de grond. Dus hij kan niet meer naar Larsson en Videna op dit moment. Dat zou uiteindelijk wel kunnen. Want jij zegt, ze zetten geen druk. Dus hij heeft ook tijd om iets te verzinnen. Ja. Maar het uurtje is dus als volgt... buitenspeler, back, verdediger, back, buitenspeler. En zo had het maar in een uurtje eromheen gaan... zonder dat je ooit echt in de buurt van de 16 komt. Nou, ja, nu lukt dat wel goed, omdat Sint-Justen dus... wat ik hier mooi vind, kijk hier, dit lijkt me een beetje het saaie Feyenoord-spel. Berghuis die het maar uit moet zoeken.
Nou, die ziet het eerst ook even niet, Justig. Maar dit is goed, dat hij gaat bewegen, dat Klaas het ook ziet. Hij durft hem te geven en dan sla je een paar mensen over van PEC. En dan kom je aan het voetballen. En dan is dit de klasse van Berghuis en de pech van Jurgensen. Maar dit vind ik wel... Een beetje kleiberachtig. Ja, zeker goed. Maar dat mis ik dus nu ook wel weer bij Feyenoord. Ze hadden eigenlijk altijd Karsdorp daar. Ja. Ja, en dat was gewoon een motor voor Feyenoord als de rechtsback. Want die ging heen en weer. Ja, en op zich, je had Congolo toen en... wie was de andere linksback die toen naar Sparta is gegaan? Nou, je hebt Nelom. Nelom is verketterd door Feyenoord supporters, maar uiteindelijk was hij toch nog best wel belangrijk als hij speelde. Maar had ook een motor die constant maar heen en weer ging. Zeker. En ja, dat mis je nu gewoon bij Feyenoord. Wie moet er nu links spelen? Verdonk of Malasia? Ja, we hadden huiswerk gekregen van onze eindredacteur. Jeetje, wat was die weer streng, hè? Het leek net alsof we weer even terug moesten naar de middelbare school. Dus nou, laat Jan ik hem dan maar aftrappen. Ik heb Verdonk als linksback staan. Ja, fantastische foto. Is niet meer persfoto trouwens. Maar Tapia zie ik. Ja, dat is misschien... Ik heb twee verrassingen. Die noem ik dan gelijk zelf ook maar even. Tapia centraal achterin. En Jurgensen op de bank. Laat ik beginnen met Tapia. Nou ja, goed. Wat jij zegt, inderdaad Feyenoord en Van der Heijden... die de opbouw moet verzorgen bij Feyenoord... gaat die tijd tegen Ajax niet krijgen die tegen PEC wel kreeg. Lijkt het mij goed om er iemand naast te zetten die ook kan opbouwen. Want ik zie natuurlijk vaak dat... het spelplan ook van de tegenstander van Feyenoord is... om Van der Heijden vast te zetten in de opbouw. Dan krijgt Bottegien de bal, die kan geen kant op. Ook omdat hij gewoon niet zo heel erg goed kan voetballen. Daarnaast denk ik ook dat Tapia misschien beter opgewassen is tegen het spel van bijvoorbeeld Dolberg, Thalys en Ziyech dan dat Bottegien dat is. Die toch wat meer een vaste verdediger is en een vaste spits ook wat beter kan bespelen. Dus bijvoorbeeld een Luc de Jong of nu Klaas-Jan Huntelaar die natuurlijk niet gaat spelen of waarschijnlijk niet gaat spelen. Verder, Van Persie is denk ik gewoon de beste spits die je hebt. Ja. Je bent gewoon veel beter dan Jurgensen en je moet denk ik op middenveld iets meer... controle inbouwen, dus Toornstra die ook meer medisch kan maken dan Van Persie, dat kan natuurlijk. En Larsson, ja, ik zeg vaak, ooit wordt het Samba Samba dag. Ja, misschien dan wel komende zondag in de Johan Cruijff Arena. We speelden goed tegen PEC, eerste helft. Had PEC in de tweede helft dat hij niet scoorde. Ik denk dat dit het zomaar eens goed kan gaan doen. En welke rol spelen de middenvelders? Wie speelt er echt teruggetrokken? Wie? Nou, Klaas is natuurlijk het vers terug. Die zal dan, ja, hangt wel Neres of Van de Beek. Dat is natuurlijk even afwachten wie Ajax daar tegenover zet. Maar daar zal hij vaak mee in aanraking komen. En wat ook zou kunnen is, dat is wel eens vaker gebeurd, dat Vilena gewoon wordt opgeofferd. Dat Gio gewoon zegt, nou, jij pakt iemand op. Ga je koppeltjes maken? Ja, dat is wel iets. Jij bent nu de trainer, gebeurt. Hè? Maar ja, dan, ik ben het op zich wel eens met de opstelling. Oh. Maar... Oh. Kijk, er komt een maar. Maar er komt een maar. Zitten. Ik zou eerlijk gezegd toch Tapia naar het middenveld schuiven. Ja? Oh, lang over getwijfeld, hoor. En ik zou dan... Doe even terug, Yannick. Even terug. Yannick gaat even te snel. Yannick is klaar over Feyenoord, hè? Je denkt ook, het gaat te lang over Feyenoord. Nee, ik zou heel eerlijk zeggen, ik zou Tapia aan het middenveld zetten. Ja. Ik zou, ik vind Larsson op dit moment vind ik gewoon echt helemaal uit vorm. En eigenlijk niet echt in vorm is geweest bij Feyenoord. Ik zou heel eerlijk gezegd Toornstra op de linksbuiten zetten. Omdat ik vind dat Toornstra overal kan gaan zwerven. Maar mogen we even die van Jan nog even zien? Oh, als jij het vraagt, mag het wel. Ja, ik denk dat je niet zo... Dus, er staat niet zo in de hiërarchie. Ik vind Tapia dus dan... En dan Klaasje en Vilena op het middenveld. En Tapia dus met puntje achteruit. Ja. Dan zou ik Toornstra in plaats van Larsson neerzetten. Want die kan zwerven over op het middenveld. En daar heeft Ajax waarschijnlijk nog heel veel moeite mee. Met het overnemen van die speler. Maar en, zou jij ook Jurgensen op de bank zetten? Op dit moment zou ik alsnog Van Persie... Want ik vind met de ervarenheid van Van Persie... kan die waarschijnlijk wel belangrijk zijn tegen Ajax. Ja. En Jurgensen is ook een goede spits... maar die is lang geblesseerd geweest. Die moet denk ik eerst weer even gaan wennen... voordat hij zulke wedstrijden weer kan gaan spelen. Heel goed. Jij bent de jury vandaag. Cijfer voor deze opstelling? Ik geef het... Nee, ik geef het een 7,5. 7,5, prima. Helemaal niks mis. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Jawel. De enige rechte, Lars van Velsum. Dank u wel. Lars, leg even uit wat je hebt gedaan en waarom je voor deze 11 hebt gekozen. Ik heb voor Vermeer gekozen sowieso in plaats van Bijlo. Omdat ik dat... ik denk misschien ook, hè, Vermeer tegen Ajax. Ik denk misschien kan dat ook nog hogere krachten in hem naar boven brengen. Hè, dat hij boven zichzelf uitzag. Hij heeft namelijk ook wel eens... Dat Bijlo ook wel, hoor. Dat vindt hij helemaal niet. Dat is een echte Feyenoorder. Dus die is gebrand, denk ik. Dit is een beetje de Louis van Gaal-regel, hè? Ik mag niks zeggen nu? Nee, maar het is toch een beetje de Louis van Gaal-regel. Als je twee, zeg maar, gelijkwaardige spelers hebt... dan zou Van Gaal eerder kiezen voor een speler die dan tegen zijn oude ploeg speelt. Ik denk niet bij een keeper trouwens, maar dat is inderdaad wel de Louis van Gaal. Ja. Maar Mond, ga even door. Sorry dat ik je onderbrak. Jij kiest wel voor Malasia. Ja. Want? Dynamiek.
En kijk, ik moet je heel eerlijk zeggen, kijk, als ik naar Verdonk kijk, vorig jaar zat hij natuurlijk bij NEC. Ja, ik vind dat Malasia vind ik in potentie gewoon beter. En dat is gewoon, die vind ik dynamisch. Ik kan toch wat zeggen. Dat mag. In potentie vind ik Malasia een stuk beter dan Verdonk. Ja. Maar het gaat niet om potentie, het gaat erom wie nee, is. Nee, maar ik denk ook dat hij wat meer de zijkant kan bestrijken, Malasia. Maar wil je dat tegen Ajax? Ja, maar dan komt. Kijk naar wat we verder in de opstelling gaan, dan komt het vanzelf, sorry, vanzelf allemaal duidelijk. Hoe ziet je op middenveld eruit? Mijn is eigenlijk een blok van twee. Met Ayoub en Vilena. En met Torenstra ervoor en Jurgensen vanaf links. Maar dat is, die moet eigenlijk wisselen met Van Persie. Omdat Van Persie natuurlijk ook af en toe op 10 speelt. Die moet eigenlijk een beetje zwerven. Maar dat is meer omdat ik denk dat Jurgensen de fysiek kan leveren die Larsson niet heeft. Bijvoorbeeld in kopduels. Misschien wel voor een bal terug of wat dan ook. Als die kunnen ruilen met elkaar. Jurgensen zie ik namelijk wel het kopduel met bijvoorbeeld de licht aangaan. Maar Jurgensen en Van Persie ruilen of Jurgensen, Van Persie en Torenstra ruilen? Met z'n drieën, zeg maar. Nou ja, dat is gewoon eigenlijk meer, die moeten gewoon afspraken met elkaar. Het zijn geen vaste posities. Ik denk ook niet dat je Van Persie echt alleen maar in de punt moet zetten. Nee. Maar dat is wel dat je daarmee... Kijk, Berghuis, daar hoeven we niet over te twisten. Hè. Die heeft natuurlijk die actie in huis. Maar ik denk dat ze dat gewoon op die manier eventjes moeten bekijken. Want net wat ik zeg... Ik denk één ding heel opvallend. Nou? De reserveaanvoerder staat niet op het veld. De klassieker. Klaasie is er niet. Ja, en soms die zit gewoon op de bankie. Ja, dat snap ik, als die daar niet op het veld staat. Maar waarom? Ja, je moet soms keuzes maken. Ja, dat snap ik dat je een keuze maakt. Maar waarom? Ja, waarom? Omdat ik gewoon voor dit middenveld kies. Ja, ja. Er is waarmee ik... Jesse Ayoub heeft hoeveel minuten tot nu toe gespeeld? Ja, dat moet je niet doen zo. Maar, nee, maar heel veel, nee, hij is een paar keer ingevallen. Ik denk dat hij misschien bij elkaar nu ongeveer 90 minuten... Maar het is toch mijn voorkeur? Is hij überhaupt fit? Hij is weer fit. Hij was geblesseerd, maar hij is nu fit. Hij kan mee. Alleen ik vind de aantal minuten trouwens ook geen argument. Wat zeg je? Daar hadden we toen bij PSV Ajax ook over. Dat Beuber weinig wedstrijdminuten gehad. Maar ik denk dat we achteraf toch konden zeggen dat dat waarschijnlijk de betere optie was geweest. Dus dat ik denk dat Ayoub heeft ook iets meer fysiek dan Klaasie bijvoorbeeld. Dat is wel een heel, waarom kies je dan eigenlijk ook voor Bottegien en niet voor Tapia? Nou, omdat ik heb het eigenlijk een beetje zo gedacht dat inderdaad Van der Heijden wat meer de voetballende verdediger moet zijn. En ik denk dat je tegen Bottegien gewoon moet zeggen, jij gaat in Dolberg zijn nek staan 90 minuten lang. Maar denk je dat hij dat kan? Elke stap die hij zet, dan schop je hem van achter neer. Nee, maar dat is dan serieus Tapia. Die gaat er dan vol. Ja, maar die vind ik weer, dat meen ik serieus, die is weer te gek. Die pakt binnen 5 minuten rood. Nee, maar mooi dat jij het ook al weer gaat. De Viaanse zaag, en die is na 5 minuten pleiten. Ja. Meen ik echt. Ja, daar heb je ook weer gelijk in. Ja. En dan ben je inderdaad de Sjaak. Ben je natuurlijk helemaal klaar. Dan, in principe doet bijna ieder eredivisieteam die tegen Feyenoord speelt, die laat Bottegien opbouwen. Ja. Want dat kan die gewoon niet. Nee. Dus dat zal Ajax zal daarin niet anders zijn. Dus die gaan Van der Heijden, die gaan Bottegien aan de bal dwingen. Nou, dan krijg je een middenveld dat eigenlijk heel veel diepgang heeft. Waar Klaasie de man is die de bal graag wil en wil verdelen. Zie ik hier twee, eigenlijk nummer 8 staan. Of eigenlijk misschien zelfs 3. Met Toornstra, Ayoub en Vilhena die bij hun oude team eigenlijk of eerdere teams voornamelijk op 8 speelden. Of 10 zelfs. Ja. Terwijl heel veel diepte en ook nog een heel aanvallend... aanvallende aanval met Jurgensen en Van Persie. Ja, aanvallende avond lijkt me altijd wel handig. Ja, je dat voelt een 4-3 of een 3-4 aankomen. Nou ja, ik ben benieuwd, zeg maar, met zoveel diepgang. En inderdaad, wat Ajax kan zeker onder die druk uitvoetballen. Ja, maar sowieso een probleem met Feyenoord. Hè? Nee, als Feyenoord speelt niet eens tegen Ajax, maar tegen een mindere ploeg. De ruimte die er tussen de linies ontstaat, is al ongelooflijk groot. Nu is Klaas, die lijkt iets fitter, dus dat wordt misschien iets minder. Maar dat is denk ik, ja, ik ben ook kritisch natuurlijk nu op de andere opstelling. Ik bedoel, het is nu een wedstrijd geworden met een jury. Nou, jury, zeg maar. Mensen in de chat, hebben jullie nog een mening? Ja, die gaan er helemaal los, maar niet hierover. Ik denk dat ik dit een, ik geef het een 7. Omdat ik toch denk, ik zou toch zelf Tapia. Helemaal niet zo slecht als Ajax. En ik zou... Ik ben niet voor Ajax. Ik zou Klaasie toch wel opstellen. Ja, precies. Goed, laten we kijken naar wie er nog meer. Ik wil nog één ding toevoegen. Kijk, ik heb natuurlijk ook even gekeken naar de wedstrijd van Ajax tegen PSV. Misschien juist als je zo gaat voetballen. Of het wordt, je wordt finaal kapot gereten. Of je staat na 10 minuten met 2-0 voor. Hey, en dan wil ik het nog wel eens zien. Neil, Jan heeft het over het middenveld, zeg maar, dat die veel ruimte weggeven. Hoe heb jij dat opgelost en jouw opstelling? Nou, ik weet niet. Voor mij gaan we eerst naar die van jou. Nee hoor. Oh, jeetje. Nou, ik heb het zo opgelost. Ik ga wel gewoon met de achterhoede zoals vorige week. Omdat, dit is volgens mij precies hoe Sylvester hem net voorstelde. Dus ik denk dat we een winnaar hebben. Bijna. Ja. Nee, omdat ik denk dat je wat PSV heel goed deed met een blok voor 2. Hè? Dus dat speel je eigenlijk met een blok van 6 achterin. Dat je die ruimte voor de lopende middenvelders heel moeilijk maakt. Met Tapia en Klaasie
Dan geef je Vilena de rol die hij eigenlijk al jaren ambieert, maar dit jaar ook weer niet echt krijgt. Gewoon op 10. Kan daar ook wisselen met Toornstra. Kan op links uitkomen, Toornstra achter de spits. Ja. En Van Persie eigenlijk de argumenten van mijn grote vriend Jan Bavink. Hetzelfde. De beste spits moet spelen. Jurgensen is, die kans die we net zagen, is eigenlijk in de afgelopen, 2,5 jaar nu bij Feyenoord? Zoiets? Ja. Is dat eigenlijk altijd een zekerheidje geweest? Gewoon goede spits. Hij is gewoon nog niet top. En in een wedstrijd tegen Ajax moet je top zijn. En Van Persie is top. Ja. Is fit. En dus daarom deze. Enige waar ik een beetje twijfels heb, daarom heb ik ook voor Larsson gekozen, is Mazraoui is natuurlijk aanvallend ongelooflijk goed dit seizoen. Maar verdedigend ligt daar nog wel eens wat ruimte ook achter hem. Ja. En ik weet het, ook Larsson heeft niet echt diepte. Dat mist Feyenoord natuurlijk sowieso heel erg in de aanval. Maar dat is nog wel een speler die dan iets meer in een 1-1 iets kan forceren dan dat Toornstra dat zou kunnen. Ja, eens. Vanuit daar dat ik daarvoor Larsson ben gegaan. Maar ik denk dat Toornstra, als jij het vergt heel veel kracht, heel veel discipline vooral van Feyenoord, als ze een goed resultaat willen halen. Ja. En in het discipline voetballen is ik denk dat Jens Toornstra een van de beste voetballers in de Eredivisie is die dat kan. Zich ondergeschikt kan maken aan het teambelang. Zich helemaal het leplazers lopen. Zeker. Dus daarom zou ik Jens altijd opstellen in dit soort wedstrijden. Ik zie nu in de chat weinig creativiteit in dit team. Ja, maar ik denk dat je ook niet heel veel creativiteit moet hebben. Kijk, uiteindelijk wat je moet doen is in de omschakeling toeslaan tegen Ajax. En ik denk met een Vilena, je kan heel veel zeggen, maar voor mij is Vilena een hele creatieve jongen. Is Jens ook absoluut de man van de steekpaas? En heb je met Van Persie en Berghuis twee mensen die een garantie zijn voor doelpunten? Ja, dat was slechts iemand in de chat. Nee, dat is ook goed. Ja. Ja, dan ga je mij aanvallen. Nee, helemaal niet. Redelijke opstelling en Willem Wijs erbij en dan komt het goed. Dus ik heb alleen de trainer verkeerd neergezet, Willem Wijs. Ja. Nee, maar Sylvester, wat vind je ervan? Ja, ik geef het dit keer een 8. Ja, wat is dit nou? Ja, we zitten wel redelijk op één lijn. Alleen ik twijfel toch nog wel over Verdonk of Malasia. Ja. Dat zou ik niet weten. En toch ben ik het ook wel eens met de keeper. Ik zou Vermeer eigenlijk wel opstellen in plaats van Bijlo. Omdat ik vind dat Vermeer ook meer ervarenheid heeft. En natuurlijk omdat ze tegen Ajax spelen. Ik had hem, dus had ik dan niet een puntje hoger verdiend? Maar we zaten niet helemaal op mijn lijn. Misschien is de ideale opstelling de laatste. Komt er nog één? Wie weet. Van Woutrou. Ja, ik heb gewoon het beste van gecombineerd wat jullie allemaal gezegd hebben. Ik heb inderdaad Vermeer op de goal. Vermeer op de goal, kijk! Ja, wint het sowieso niet. Je hebt Larsson. Ja, maar Van Persie op 10. Vermeer kan ik wel toelichten in de zin van dat ik Vermeer wat zekerder vind met terugspeelballen. En zeker als Ajax terug gaat zetten en de achterhoede komt een keer onder druk te staan, dat Vermeer daar net even iets makkelijker mee om kan gaan dan Bijlo. Verder het blok met Tapia en Klaasie. Eigenlijk het zesmansblok waar Nieuw het net ook over had. En dan ga ik mee in het verhaal van Jan met Larsson op links. Omdat hij inderdaad in een duel met Mazraoui nog best wel eens wat zou kunnen forceren. En ja, Larsson zit niet. Ja, hij heeft nog geen topseizoen. Maar je ziet wel dat hij de laatste wedstrijden gewoon beter wordt. En ook degene is die vanaf het middenveld wat kan creëren. En dan het laatste is nog dat ik en Jurgensen en Van Persie heb opgesteld. Waarbij Jurgensen echt in de spits staat en Van Persie op 10. Wat in principe vrij riskant is. Ja. Maar ja, goed, je hebt toch een blok van 6. Dus dan zou je Van Persie er nog wel bij kunnen zetten. En dan moeten Larsson en Berghuis gewoon heel veel loopwerk gaan verrichten. Staan ze daar bekend om? Vinden ze alle twee niet heel erg leuk, wou ik zeggen. Nee, weet ik. Maar je speelt Ajax uit. Dus, Wouter bepaalt als er gelopen moet worden. Het zal moeten. Nee, maar dus je zegt het moet gebeuren. Terwijl je weet dat de twee spelers dat misschien 10 keer, van de 10 keer 6-7 keer doen. Dan neem je het risico dat ze 2-3 keer niet doen. Nou, maar jij zegt nu dat ze het van de 10 keer 6-7 keer doen. Wie zegt dat ze het in deze wedstrijd ook gaan doen? Nou, je speelt toch altijd wel eens lastige wedstrijden. Zoals je kijkt naar het Nederlands elftal bijvoorbeeld. Ja. Die spelen toch ook wel eens tegen een hele moeilijke tegenstander. Waarbij je alle 11 het maximale moet brengen in de zin van lopen. En in de zin van de tegenstander met de tegenstander mee. En dat zullen Larsson en Berghuis nu ook gaan doen. Ik heb als voorbereiding hiervan natuurlijk even nog de klassiekers van afgelopen jaar teruggekeken. Die in de arena, de goal van Donny van der Beek. Dat is uiteindelijk, het is natuurlijk geen echte assist voordat iemand me daarop pakt. Maar de assist van Berghuis, die heel erg ver terugkomt. Alles doet om die bal nog te raken. Dat lukt hem net niet goed genoeg. Ja. Maar hij kan het dus wel. En wat Wouter zegt, ik denk ook zeker in zo'n topwedstrijd. Hij is natuurlijk gebrand om iets te laten zien. Want het is hij had toen eigenlijk de 1-0 moeten maken, toch? Zo, die wedstrijd. Dat hij even achter Tagliafico wegdook. En nu door, toch? Hij komt er binnen door. Nee, de achterlangs volgens mij. Maar goed. En bij welke wedstrijd zitten scouts op de tribune uit het buitenland? Nou, zeker voor een Berghuis kan dat nog.
Ja, als je het in deze wedstrijd niet laat zien. Dan is het klaar, ja. Wat ik ook wel, want in al deze opstellingen komt een beetje dat door dat Feyenoord af moet wachten. Achterover moet leunen en moet slaan in de counter. Of in de omschakeling. Maar dat is niet het spel waar ik Feyenoord heel erg mee associeer. Kunnen zij dat überhaupt? Nou, maar mijn idee is niet per se dat er in een omschakeling van alles moet gebeuren. Tuurlijk is dat natuurlijk een moment waarin de tegenstander zwak is. Omdat ze niet goed georganiseerd staan. Maar bij mij is het grote probleem, vind ik, in Feyenoord in de klassieker de afgelopen jaren, is uit mijn hoofd de laatste 5 keer hebben ze gemiddeld minder dan 70% paasnauwkeurigheid. Dus 3 op de 10 passes gaan fout. Dat is echt laag, zeg maar, veel foute passes voor Feyenoord gemiddeld gezien in de Eredivisie. Dus ik denk juist dat ze in balbezit ook wat rustiger aan de bal moeten zijn en moeten kijken van waar liggen de ruimtes en gewoon proberen op te bouwen. Daarom wat extra opbouw ook, dus al in de verdediging, dat die druk die Feyenoord op een of andere manier voelt om zo snel mogelijk dan maar naar voren te gaan en dan dus weer de bal te verliezen en dan weer tegen te krijgen. Dus wat mij betreft, ja, Feyenoord heeft helemaal niet de spelers om in de omschakeling te spelen, want ze missen gewoon snelheid. Ja, precies. Dus dat zie ik ook helemaal niet zozeer gebeuren. Dus om op je vraag antwoord te geven, nee, ik denk niet dat Feyenoord daar de spelers voor heeft en dat het ook niet zo goed kan. Vind je Ajax niet veel beter dan Feyenoord? We hadden net een discussie over voor de uitzending met Behoorlijk. Behoes, onze eindredacteur. Die had in het draaiboek gezet, opmerkelijke uitspraak, Jurgensen. Hey, wacht even, jij leest het draaiboek? Ja, dat lijkt er verder niet op, maar nee, het is wel zo. Dat wil ik net zou zeggen. Ik ook een keer doen als ik jou was, Niel. Maar goed, dat had hij gezegd. Opmerkelijke uitspraak, Jurgensen. Wij zijn niet veel, of Ajax is niet veel beter dan dat wij zijn, of andersom. Ja. Maar in ieder geval, hij vond het verschil niet zo groot. Ja, goed, het was een kop in de VI. Martin Krabbenam heeft met Jurgensen gesproken. Mooi interview trouwens. En dat was de kop, de context was wel iets anders. Vind je dat grappig? Ik moet gewoon lachen dat ik in een camerashot zie waarbij de camera in het beeld zit. Maar goed, dat is ja, goed, je kan nu altijd 6 gooien, zei Nieuw wel eens. Is ook wel. Is ook wel terug naar het verhaal over Jurgensen. Kijk, dat moet je toch zeggen. Je praat tegen je achterban, tegen al die Feyenoorders die hopen op een goed resultaat. Eindelijk in de arena voor het eerst sinds 2005. Tuurlijk zeg je dan, jongens, wij zijn niet veel minder dan Ajax. We gaan er volop. Ja. We moeten ons best gaan doen en misschien winnen we. Hoezo doe jij 8 minuut 22 over een vraag of jij dat ook vindt? Oh, daar ging het om. Maar we hadden echt voor de uitzending 2 dat kampen bijna. Ja, maar ik zeg tegen jou, vind jij dat ook? Ik vind dat Ajax veel beter is dan Feyenoord. Ja. En ik, jij hebt het over 2 kampen. Hoe Jurgensen over deze kwestie heeft gehad? Ja, nee, maar kijk, het ging erom of de uitspraak apart was, ja, of de essentie van de uitspraak. Ja. Daar ging het uiteindelijk om. Nee hoor. Want het is toch logisch dat jij op het moment dat je een paar dagen voor de wedstrijd van het jaar tegen de Aardstivaal gaat er niet zeggen, ja, ze zijn eigenlijk veel beter. Nee. Ja, maar dat hoeft toch ook niet te zeggen? Nee, ja, jullie vonden dat nee, dat helemaal niet. Ik heb zijn. Nee, ja, je kan toch ook eerlijk zijn? Dit is niet eerlijk. Kijk, als Broes een groot is, komt hij naar beneden en legt hij het nu uit. Dan kunnen wij even naar Emmen, komt hij zo naar beneden. Ja, ik hoor de trap. Nee, dat is de... Maar dat is Thomas van de ventilator, Thomas. Laten we even afkoelen naar in Emmen. Ja, deze... Want kijk, dit is wel prachtig, hè. We maken toch een potje reclame voor Emmen vandaag, zeg. Wat zijn dit fantastische beelden, live vanuit Emmen. Ingekleurde beelden uit 1856. Ja, dat klopt. We staan inderdaad nog steeds in de hoofdstraat. En het zonnetje is zelfs doorgebroken. En we hebben inderdaad Dick gevonden. En dat is niet hier, want hier staan we nog voor een of andere grillroom. Maar dat is het niet. Het is ook niet bij de Subway. Nee, we gaan eventjes door. Want daar op de hoek van de straat zie je Dick's Broodjeshuis. Ik zei het ook net verkeerd. Ik moest het even rectificeren van Dick. Het is namelijk Dick's Broodjeshuis en niet Dick's Broodjeszaak. Maar we gaan even kijken, want inderdaad onder de comments stond al dat we op zoek moesten gaan naar het cowboyvlees. En dat heeft Dick. Dus we gaan even naar binnen. Cowboyvlees? Weet je wat hij bedoelt? Er staat een broodje cowboy. Zag je net in beeld. Hey Dick. Daar zijn we. Oh, je bent net met een klant even bezig. Dan gaan we eventjes heel even achterlangs. Dick, want jij bent een begrip hier, hè? Nou, dat klopt, ja. Ik zit hier onderhand 23,5 jaar. Hey, en ga je vanavond zelf ook naar Emmen toe? Of ben je niet zo fan? Ja, zeker. Ik heb ook een seizoenplek. En 6:30 is de winkel dicht en dan even een hapje eten en dan op de fiets naar het stadion natuurlijk. Heerlijk. En het befaamde cowboyvlees ligt hier. Kan je daar wat over vertellen? Ja hoor, daar heb ik 23,5 jaar geleden mijn naamsbekendheid mee gekregen met het broodje cowboy. Cowboy is een geroosterde, gemarineerd stukje schouderkarbonade, wat hem lekker opgewarmd wordt en dan afmaken met een remouladesausje. Heerlijk. Nou, ik denk dat ik er wel eentje lust en de cameraman ook, denk ik. Nou, dat gaan we regelen, hè? Ik ben benieuwd of de studio zelf ook nog wat vragen heeft zometeen voor Dick.
Ja, of nou, sowieso hebben we een vraag. Want Sylvester zit te kijken, zei of je twee broodjes mee kan nemen. Ik denk dat dat een beetje lastig wordt. Maar mijn grote vraag is, Hein, voor Dick. Nou ja, we kunnen het proberen. Nee, maar mijn grote vraag voor Dick is natuurlijk... hoe vaak komen spelers langs voor zo'n heerlijk broodje cowboyvlees? Ja, Dick, onze presentator Niel vraagt zich af of er ook wel vaak spelers langskomen voor zo'n lekker broodje. Oh ja hoor, zeker. Zeker, ja, wie houden daar wel van? Anko Jansen. Ik ben in de naam, moet ik eerlijk gezegd, niet zo goed in. Maar Anko Jansen? Ja, zeker. Die is ook wel onderhand eens een keer geweest, ja. Ja. De spelers zijn groot fan. En natuurlijk ook de directie. Ben Averkar komt regelmatig. Die komt regelmatig een broodje eten hier. Hey, en wat je vertelde net al. Oh, even afrekenen tussendoor. Nou, je kan het zien, het is nog steeds druk. Normaal gesproken is het vooral tussen de middag heel erg druk. Ik ga wel gewoon midden achter de balie staan, denk ik. En dan sta ik in de weg. Normaal gesproken is het vooral tussen de middag heel erg druk. En gaat Dick zo meteen rond een uurtje of 6:30 dicht. En dan, wat ga je dan doen? Dan ga ik met mijn vrouw een hapje eten thuis. Die hebben eten klaarstaan aan de keukentafel en dan onder de douche en op de fiets naar het stadion. Ik heb nog heerlijk. En wat gaat het worden vandaag? Nou, we winnen natuurlijk, hè. Dat begrijp je wel. Ja. Ja, hoeveel denk je? Ik denk 2-0. 2-0. En ondertussen werd er ook nog wat in mijn oortje gezegd, maar dat was redelijk zacht, Niel. Oh, ik zal het wel wat harder voor je zeggen, Hein. Nee, eerste thuisoverwinning. Ja, heel graag. Dankjewel, Niel. Daar heeft Dick het al over. Want het begin van het seizoen was natuurlijk fantastisch voor Emmen. Het was Hosanna. Alles fantastisch. Nou, nu hebben ze een paar keer goed op de broek gekregen. De mannen van Dick Lukien. Was er nou een beetje een sprake van... ik wil zeggen, het grote C-woord wil ik niet noemen. Maar een kleine crisis? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Was er sprake van een kleine crisis bij Emmen? Of is dat veel te vroeg? Dat is veel te vroeg. Wij, zoals nu gaat, we moeten wel, natuurlijk wel winnen, maar het komt allemaal goed hoor. Ja, kan je nog herinneren, op een gegeven moment speelde jullie natuurlijk tegen Fortuna thuis en toen ging het in de slotfase mis. Ja, daar ben ik zelf niet bij geweest, maar... iedereen op scherp natuurlijk, hè. Hey, maar hoe leeft de voetbalclub Emmen hier? Hoe leeft dat in deze stad? Behoorlijk. En dat we in de Eredivisie zijn natuurlijk helemaal, hè. Ja, want wat heeft dat veranderd? Veel groter bereik natuurlijk, hè. Emmen is centraal nu, hè, in het mooie Drenthe. Hey, en tussendoor ga je door met het broodje cowboyvlees. Ja. Ik ben erg benieuwd. En wat is nou het geheim van cowboyvlees? Hein, ik heb nog even een vraag. Van oorsprong een borrelhapje. Iedereen die zal het op een hapjeschaal ook aantreffen. Maar ik heb er toen een lekker broodje van gemaakt. En daar heb ik, zoals gezegd, mijn naam bekend. Zou Hein weten dat wij geen culinair programma maken? Hallo, Hein. En we hebben weer een vraag uit de studio ook. Dat het live is. Hein, ik heb een vraag. Ja. Deze meneer die maakt de hele dag het heerlijkste eten. Het zo lekker, heerlijk. Maar dan gaat hij toch thuis bij zijn vrouw eten voor de wedstrijd. Kookt zij beter dan hij? Oeh, hele goede vraag. Dank Want jij maakt het allerlekkerste eten zelf. Maar in principe ga je dan ook nog eten bij je vrouw thuis. Ja, kookt zij dan lekkerder dan jij? Ja, zeker. Die kan ook erg goed koken, hè? Wat maakt zij dan? Ik denk dat het vandaag een stamppot wordt. Stamppotje, lekker stamppotje. Ja, met een rookworst en een sausijsje erbij. Ik denk dat je de jongens in de studio heel erg jaloers maakt. Wij gaan zo meteen verder richting waar ga je heen, want daar schijnen wat biertjes gedronken te worden. Dus dan... Ja, klopt. Ja, waar moeten we naartoe? Dat weten we nog niet zo goed. We gaan gewoon richting de kroegen, want die zijn ongeveer 100 meter verderop. Dus dan gaan we daar langzaamaan naartoe. Hey, maar Hein, laatste vraag voor onze Dick. Aangezien je nu ongeveer 637 keer het hebt gehad over het broodje cowboyvlees. Ik denk dat als iedereen die een keer FC Afkikken kijkt en daar naar binnen loopt, wel een gratis broodje cowboyvlees kan krijgen, toch? De kijker van FC Afkikken. Oh, dit is zo typisch Nieuw-Petersen. En Hein, pak jezelf goed in, want ik ga het eens even geen cowboy. Vragen, maar inderdaad, als mensen hier de kijkers van FC Afkikken en Fox richting jou komen, richting Emmen komen, kunnen ze dan even langskomen voor een gratis broodje cowboyvlees of niet? Nou, hoe zo'n grote crew is het dan? En misschien heb ik wel helemaal niet zoveel in huis, maar met voor een paar maanden altijd. Ja. Nou, ik zou zeggen, als je naar Emmen gaat, kom dan gezellig even langs Dick. En gratis hoeft het zeker niet. Kom lekker hier naartoe, leem lekker een broodje cowboyvlees en dan verwarmt Dick je lekker hier en dan krijg je een lekker kopje koffie. Komt helemaal goed. Goed. Koken met Hein, dankjewel. Hein, tot straks als je ergens in de kroeg staat, hopelijk. Wij gaan door met de laatste tegenstander van Emmen. Dat was PSV. Maakte cowboy gehakt van Emmen. Nee, PSV... Dit was het einde van FC Afkikken. Nee, 6-0 overwinning. En toen moesten ze dit weekend, midweeks,
tegen de ploeg van Jules Huijnen, Tottenham Hotspur. De Spurs vooraf omschreven als een haalbare kaart voor PSV. Ja. Is dat achteraf gezien... Door jou? Als we de Nederlandse media mogen geloven, net zoals Inter en Tottenham, was het een beetje gelijkwaardig. Nou goed, dat heb jij de andere krant dan ik heb. Maar, welke krant heb jij? NRC Next. Hij wordt alleen vaak Next, niet... die bestaat niet meer. Niet NRC Next, zeker wel. Jongens, maar ik wil even hier even wat opperen. Moeten we niet eigenlijk een keer stoppen met alles maar denken te kunnen voorspellen? Hoezo? Luister. Jij hebt jouw grote vriend Koning Toto vorige week uitgenodigd. Nee, we hadden negen goed. Nee, niet op die manier bedoel ik. Oh. Maar ik bedoel meer van, we gaan nou allemaal met z'n allen gaan we zeggen, Tottenham is wel goed. Nee, PSV kan wel winnen. Uiteindelijk is het lijkt wel alsof sommige mensen expres gaan zeggen dat PSV het niet gaat halen. En anderen gaan expres zeggen dat ze het wel gaan halen. Nee, heb je ook van die mensen die dan zeggen dat Ajax wint van Bayern München? Zijn ook gekke mensen. Ja, gelijk spelletje. Nee, maar hoezo? Maar dus dan zeg jij dus eigenlijk, wij moeten in heel Nederland gewoon voetbal kijken en er vooral niet over praten. Nee, tuurlijk wel. Nee, wat anders had. Nee, maar ik weet niet, man. Ik heb er gewoon wel eens. Is bij Volbaat altijd al maar roepen. Maar goed, de wedstrijd is nu geweest. Dus, nu kunnen we het erover hebben. Jij hebt gekeken natuurlijk. Jij ging ervoor zitten. Lekker, vroeg gepot, 7 uur. Marleen had even gekookt. Ook lekker, stampotje, sausijsje en een rookworst. Goh. Je ging zitten en toen? En toen zat ik te kijken. Ja. En toen. Kijk, en dan ben ik eerlijkheid moet dan ook wel weer toegeven. Je hebt niet gekeken. Kom je daar nou bij? Ik dacht dat je dat ging zeggen, eerlijkheid. Sorry Lars, ga door. Sorry mensen, maar ik dacht eigenlijk ook dat PSV ging winnen. Maar ja. Je dacht echt dat PSV ging winnen? Ja. Nee, ik was erbij tegen Inter. En toen was Inter eigenlijk gewoon 2 maatjes te groot voor PSV, wat helemaal geen schande is. En dat was Spurs eigenlijk ook. Ja, en dan is het nog een wonder dat het 2-2 wordt. Maar Jeroen, was het een beetje Spurs wat jij kent, zeg maar? Ja, het kwam wel, er zat wel weer wat meer spanning en creativiteit in. Erik zei ook weer terug, dat scheelt natuurlijk een hele hoop als je het hebt over creativiteit. Waar dan wel de 2-2 uitkomt. Maar ja, het begon wel weer wat meer te lijken op het Spurs van vorig jaar. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met PSV. Na de 1-0... Ik had niet het idee dat de Spurs echt in paniek waren. Dat ze ook wel wisten van, we komen ooit terug. Nee, er zit gewoon zoveel klassenverschil en dat merk je gewoon in zo'n wedstrijd. Ja. En het weer weggeven kenmerkend? Ja, om het nu al kenmerken te noemen. Kijk, uiteindelijk heeft Spurs voor mij 21 punten. Er staan 2 punten achterop. Zeker. Op de nummer 1. Dus om dat te zeggen dat ze een slecht seizoen spelen, ja, dat is het ook niet. Is misschien wat ongelukkig en hoe het dan nu uitvalt, ja, ze zullen er niet blij mee zijn daar bij Spurs. Maar uiteindelijk zijn het ook maar 2-3 echt individuele fouten die zo'n wedstrijd, waar je zo'n wedstrijd punten verliest als Spurs zijnde. Verder heeft PSV niet echt aanspraak gemaakt, denk ik, op meer. Nee, eens. Ik ben het helemaal eens. En het is ook gewoon knap dat je een punt haalt op deze manier, maar... Wat is er? Nee, ik ga door. Sorry. Nee, zeg maar. Was terecht buitenspel trouwens die goal? Terecht buitenspel. Nou ja, werd hij terecht afgekeurd omdat Kane buitenspel stond. Ik vind het van niet om maar gelijk even met de neus te vallen. Ja, wat ik gewoon heel, heel raar vind, is dat, maar dit is een hele andere discussie, dat ik dan op zo'n moment gewend ben dat het weer teruggekeken kan worden. Ja, en dat is zo snel gegaan. Dat is hoe vind jij dat, Sylvester? Zeg maar dat we sinds dit seizoen de VAR hebben in de Eredivisie. En dat je dingen terug kan kijken. En dan zit je Champions League het allerhoogste niveau te kijken. We hebben het afgelopen zomer met de WK gehad dat je dingen terug kan halen. Nou, ik denk als je de VI van de afgelopen week hebt gelezen, zie je op een heel groot stukje van Sylvester van der Water staan. Ik vind het wel afschuwelijk. Echt? Ja, echt heel afschuwelijk. Ik lees alleen in Voetbal International via Blendl. Ik ben nog niet aan je stuk toegekomen. Ik vind het echt afschuwelijk, de VAR. Het kost zoveel tijd. Wil jij niet eerlijke voetbal? Het voetbal wordt toch gewoon met de scheidsrechter en de grensrechter en een 4e man gespeeld? Ja. Het wordt toch niet met een tv-scherm erbij? Want het is, ja, tuurlijk, uiteindelijk kan je er wel winnen, maar je kan er ook mee gaan verliezen. Maar ik vind dat echt voetbal hoort gewoon... Wil jij een eerlijkere wedstrijd of niet? Dat was mijn vraag. Ja, tuurlijk wil je altijd een eerlijke wedstrijd, maar ik vind dat niet met een VAR hoort. Want dat vind ik vind het eigenlijk op een gegeven moment, over 3 jaar, heb je niet eens meer een scheidsrechter nodig. Want dan wordt allemaal via een oortje gedaan. Of, tenminste, je hebt wel een scheidsrechter nodig. Maar dan lopen ze door het oortje heen te praten van... dit is een overtreding en dan hoeft de scheidsrechter niks meer te doen. Raak je echt uit je ritme door de VAR? Ja, op zich wel. Je merkt al, wij hebben het afgelopen weekend tegen Groningen gehad. Ja. In het begin kregen we een penalty eigenlijk mee. Nou, gaan ze weer via de VAR bekijken. Ben je ook weer 2 minuten verder, komt hij terug. En volgens mij
10 minuten, 15 minuten later, aan de andere kant ook een penalty. Ja. Wat ook dan niet doorging, maar ook weer 2 minuten. En als je dus nu al ziet, de wedstrijden worden nu op zondag of vroeg naar 12:15 in plaats van 12:30. En dat komt allemaal door de VAR, omdat het allemaal het loopt allemaal uit. Denk je dat het door de VAR komt? Ja, waarom zou je? Ja, waarom, ja, dat hebben ze ook gezegd. Dat staat ook op internet. Daarom hebben ze de wedstrijd vervroegd gedaan. Omdat het vaak door de VAR lopen wedstrijden te lang uit. Maar heb je wel eens meegemaakt dat je zelf scoorde of een teamgenoot scoorde en dat die goal niet doorging omdat het was volgens de grensrechter buitenspel? Zeg maar, ben je wel eens benadeeld voordat de VAR er was in een moment? En hoe vond je dat dan? Want dan word je onrecht aangedaan, iemand ziet het niet goed. Nou, ik denk eerder dat het andersom was. Wij scoorden juist en het was buitenspel. Ja. En blijkbaar heeft de scheids dus niet naar de VAR gekeken. Ja. En als je terug ziet op beelden, volgens mij hebben ze bij Fox Sport hebben ze er nog heel lang over zitten praten in de studio. Maar het is ook gewoon duidelijk buitenspel. En volgens mij was dat tegen ADO Den Haag. Ja, klopt. Ja. En ja, dan denk ik bij mezelf, ja, je hebt toch een VAR om dat allemaal goed te kunnen bekijken. Ja. Nee, maar meer mijn vraag is van, ik snap wel ergens dat je als je op het veld staat, dat het vervelend is, dat het spel stil ligt, dat het lang duurt, dat er beslissingen worden teruggedraaid en veranderen. Maar ik kan ook heel goed voorstellen dat je momenten hebt dat je denkt van, wat fijn dat hij er is, want daardoor scoren wij nu wel of krijgen we dit nu wel mee, terwijl je dat niet zou hebben als die VAR er niet is. Ja, dat klopt wel inderdaad. Dat heb je wel met momenten zoals een penalty of een vrije trap rond 16. Dat helpt wel inderdaad. Maar vind je dat dan niet belangrijker, dat je dat soort momenten wel meekrijgt? En dat je dan dus wint omdat er iets kan worden teruggedraaid omdat de scheidsrechter het verkeerd ziet, dan dat het soms wat langer duurt en je even uit je ritme bent? Zeg maar, ik snap niet zo goed waarom je dat andere belangrijker zou vinden. Want het wordt wel eerlijker op zo'n moment. Ja, tuurlijk, het wordt zeker eerlijker. Maar ik kan me inderdaad denk ik gewoon meer een beetje irriteren op het feit van dat het gewoon te lang duurt met die VAR. Mm. En dat ze dan eerst gaan ze staan en dan gaan ze door een oortje luisteren. En dan zitten volgens mij zitten er 3 of 4 mensen zitten daar voor een scherm zitten te kijken. Ja. En uiteindelijk moet je zelf ook nog naar een scherm gaan kijken. En dan vraag ik me af waarom. Er zitten 4 mensen. En ik neem aan, dat zijn ook altijd scheidsrechters. Ja. En dan, ja, die... Maar is het dan niet veel meer dat je vindt dat het veel te lang duurt nu dan dat je het hulpmiddel op zich slecht vindt? Ik vind het hulpmiddel, ja, op zich, ja. Tuurlijk, het is goed omdat het eerlijk wordt. Maar ik vind echt voetbal werd vroeger ook niet gespeeld met dat. Nee, maar vroeger mocht je ook niet wisselen. Dus toch ook goed dat het nu wel kan? Ja, vroeger had je ook geen rode kaarten. Oké. Maar dan ga ik wel heel erg in de tijd terug. Dat is een schoolregel. Toen was ik nog niet geboren. Ja. Maar, 92. Maar ik heb nog wel, ook met de positie die jij speelt, het zou misschien bij jou nog een nadeel kunnen zijn dat je, bij wijze van spreken, je staat 1-1 en je maakt een zwalbetje 2 minuten voor tijd, zeg maar. Je denkt, dat is misschien de oplossing dat we een penalty meekrijgen, ik noem maar wat. Ja, dat gaat dan niet meer lukken. Begrijp je? Is het misschien ook dat je nog zo denkt, dat je denkt van, kijk, dat is toch, en zeker in de eerste divisie, dan lukt het ook wat makkelijker misschien met dat soort dingen. Maar dat je dan denkt van, hey, shit, dat lukt nu ook niet meer. Ik kan ze ook niet even in de zijk nemen. Nee, dat kan je inderdaad dus niet meer. Nee, en dat, natuurlijk hoor je ze af en toe als een beetje in de zijk nemen. Dat is toch mooi staan het voetbal. En, maar, ja. De VAR in de Champions League, na de groepsfase komt die er wel bij, toch? Ja. Volgend seizoen, toch? Nee, vanaf de laatste 16 komen ze er inderdaad bij. En er is toch geen argument te verzinnen dat we het vanaf dan wel gaan doen? Want waarom zou je het nu niet doen? Ja, maar als het belangrijker wordt, kosten. Ja, maar we hebben het over de Champions League. Ja, als de Eredivisie het kan. Jij vraagt een reden. Ja, oké, maar dan vind ik dat een zwakke reden. Ja, maar dat vind ik ook. Buiten de financiële reden, wat eigenlijk geen reden is als je 3 miljoen krijgt per overwinning, zeg maar, dan is het toch geen andere reden. Het zou ook te dat ze organisatorisch het nog niet op orde hebben. Daar hebben ze bij de KNVB natuurlijk ook heel veel moeite gehad aan het begin van dit seizoen. Met de VAR-scheidsrechters. Hoe ga je die belonen? Wie gaan dat doen? Er is heel veel gedoe over geweest met de vakbond. Dus ik denk dat het uiteindelijk daarvoor met zoveel wedstrijden, dat zij het nog niet kunnen behappen op zo'n manier. Ze weten nu al waar ze het moeten gaan installeren ongeveer na de groepsfase. Want het zijn toch altijd dezelfde teams die doorgaan. Dus dan weet je al wat gaat gebeuren. En toch zijn ze nog niet helemaal voorbereid op de VAR. Ook niet in de Eredivisie. Want niet in elk stadion. Bijvoorbeeld, ik denk bij ons, Heracles. En denk bij zo'n club als Excelsior. Hangen niet op de juiste plek hangen de camera's. Voor de lijnen van het buitenspel. Ik weet niet wat je nog meer allemaal erbij kan opnoemen. Ja, het probleem is daarin inderdaad dat Fox Sports of de productie rondom een voetbalwedstrijd die wordt uitgezonden niet overal even groot is. Er staan niet overal evenveel camera's, waardoor ook de scheidsrechters, of de VAR in dit geval, de beelden heeft die
iemand die bijvoorbeeld bij Feyenoord of bij Ajax Feyenoord zou zitten komend weekend wel zou hebben, want daar natuurlijk meer camera's staan. Dus dat heb je nog wel en daar moet ook naar worden gekeken, vind ik. Maar ja, dat zijn ook wel dingen, ja, dat is lastig, maar uiteindelijk komt dat wel goed. Je hebt hetzelfde bij Fortuna Sittard, waar nu een paar keer de verbinding met de VAR opeens weg is gevallen, net voor een wedstrijd of tijdens een wedstrijd. Ben je het gek, je zit in België. Ja, precies, je zit er zo ver weg. Ja, die afstand richting Zeist is toch iets te ver dan blijkbaar. Maar ja, goed, dat zijn ook kinderziektes die we denk ik maar moeten accepteren. Want absoluut. Kijk, ik vind het wel leuker dat hier iemand zit die redelijk zijn we tegen... Ik hoorde van de week een voetbalpodcast, was ook iemand tegen. Ik hoorde dat jij daar nogal aandachtig naar geluisterd hebt. Voor commentator, die was ook tegen. Ja, dat kan toch? Ik vind het wel mooi. Nee, tuurlijk. Ja. Vrij land, iedereen zijn eigen mening. Ik ben meer voor een eerlijkere sport. Alleen, wat ik heel moeilijk vind, is dat mensen het ook gewoon wel moeten weten waar het over gaat. Kijk, als wij thuis zitten is het prima. Dan zie je wat er gebeurt. Mensen in het stadion hebben werkelijk waar echt geen idee. Nee. Maar die hebben ook werkelijk waar, vorige keer met die overtraining van Rosario tegen bij Emmen, tegen Emmen. Ja. Dat Mark van Bommel ook geen idee had wat er gebeurde. Nou, daar zitten dan bij PSV bijna 30.000 man. Zit in het stadion, dan loopt Nijhuis van het veld af. Die gaat om een scherm kijken. De rest weet geen idee en die zit er maar te wachten. Hij komt terug. Nou, dan doet hij zo. Dan denkt iedereen dat is rood en dan trekt hij opeens geel. Ik denk dat Nijhuis het zelf ook niet wist. Dat was nog het raarste van deze situatie. Nijhuis iets in zijn oortje hoorde wat hij zelf wat hij helemaal niet heeft waargenomen. Je hebt toch wel eens dat iemand wat anders inschat of dat was nog raar in deze situatie. Daar ben ik dan inderdaad wel mee eens. Dan heb ik ook wel liever de VAR, want dan zie je toch wel eerlijk voetbal. Tuurlijk. Maar als ik dan even terugkom natuurlijk op de VAR. Ze begonnen eerst nog met die doellijntechnologie. Maar waarom hebben ze dat niet eerst eens afgemaakt en dan pas aan de VAR begonnen? Geld. Ja, heeft ook met geld te maken. Ja. Nee, maar het zijn allemaal keuzes, weet je. Er valt alles voor te zeggen. Kijk, ik ben heel blij dat het begonnen is. En ik ben het mee eens dat het nog lang niet is zoals het zou moeten zijn. Hè? Er zijn nog heel veel kinderziektes. Ja. Maar je moet ooit ergens beginnen. En ik ben blij dat het nu begonnen is. Want ja, voor mij is de competitie al eerlijker dan het ooit is geweest. En er worden echt wel fouten gemaakt. Maar tot nu toe Kunnen ze in het geval van de Champions League, iemand zegt in de chat ook, niet gewoon die vijfde en zesde man voor zijn schermpje zetten? Ja, maar dat die staat er nu ook voor jammer de korte. Ja, maar zo werkt het nou eenmaal niet. Weet ik ook niet. Dus ik begrijp dat natuurlijk, zou dat praktisch, dat zou heel goed. Maar de vijfde en zesde man, heeft dat nu nog een voordeel bij Champions League wedstrijden? Nou, zolang er geen VAR is, heb je toch extra ogen die iets kunnen waarnemen. Dat is het dus juist niet. Wel, het zou wel nodig zijn, denk ik, voor richting de finales, Nou, bijvoorbeeld die bal die Soet stopte. Er was niet heel veel discussie over, die kopbal van Kane. Maar dan kan iemand die daar, zeg maar, op die, wat is het, 2 meter van het doel staat. Het is toch altijd gek, want ze moeten dan... Ja, ze hebben wel doellijntechnologie. Die bal van Dolberg klopt. Was op basis van doellijntechnologie. Ja, maar dan kom je wel bij stadions natuurlijk. Hè? Ajax, PSV, Feyenoord hebben waarschijnlijk wel doellijntechnologie. Maar bij ons heb je dat niet. Nee, inderdaad. We waren ooit gebleven bij PSV Tottenham. PSV Tottenham. Moeten we daar nog over door? Wat jij wil. Nou ja, ik vond het wel... Mark van Bommel werd voorafgaand geïnterviewd door Helene Hendricks. Vond ik een leuk interview. Mag ook wel eens gezegd worden. We hebben ook wel eens gezegd dat we dat allemaal niks vonden. Nee, is zo. En zij vroeg aan hem van... wat gaan jullie doen? Gaan jullie zone spelen of man op man? Man to man, zei ze volgens mij zelfs. En zei nee, we spelen zone. Dat doen we eigenlijk al heel het jaar. Ja. Dus daar gaan we niet van afwijken. Wat logisch is. Ja. Maar goed, daarmee zag je wel dat Rosario en vooral ook Hendricks... Nou, er kwam nog een leuk antwoord uit. Hendricks had het moeilijk met die zwervende gasten van Tottenham. Met Lucas Moura, die steeds naar binnen kwam. Eriksen erbij. Rosario nu natuurlijk opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hendricks heel lang het verhaal van, gaat dat nooit worden. Ja. Was dat nu deze wedstrijd duidelijk dat zij inderdaad misschien toch nog echt moeten wennen aan dit niveau? En eigenlijk nog niet goed genoeg zijn? Nee, het is eigenlijk hetzelfde verhaal als wat ze tegen Inter hadden. Dat zij het probleem hebben, is dat Van Bommel heel standvastig is. Zij moeten in die organisatie blijven staan. Dus wat deed Brozovic bij Inter ook heel slim. Die zag, zij gaan niet doorstappen. Ja. Hetzelfde wat Tottenham nu heeft gedaan. Het is een proces waar hij heel erg in gelooft. Waar zij zich aan vast moeten houden. En dan zal je af en toe tegen ploegen die beter zijn. En die dat wat beter tegen kunnen spelen. Dat je dan, maar je had nu zoveel momenten dat Eriksen... Ja, dat weet ik, maar dat was tegen Inter ook. En toen heeft hij er ook bewust voor gekozen om zo door te gaan. Ja, maar is het dan eigenlijk gek dat we toch misschien wat te lief zijn? Zijn we dan niet te lief voor Van Bommel en voor PSV op zo'n moment? Nee, maar kijk, nu gaat het om... Kijk, dus ga je dan op dat moment voor resultaat voetballen... en ga je het dan omzetten en ga je dan uit je positie lopen? Ja. Of hoop je door ook dit soort wedstrijden in je systeem te blijven voetballen... dat je uiteindelijk... het zo goed onder de knie krijgt dat als je in dat systeem blijft staan, dat je dan heel goed kan voetballen. En waar kan je dan heel goed voetballen? In de Champions League.
Dus dat is ja, dat is uiteindelijk. Daar, naar dat niveau moet je Is dat niet heel erg naïef en heel erg Nederlands gedacht dat wij ons niet aanpassen aan een Inter, niet aanpassen aan een Spurs? Ja, ja, ja. Het is dubbel. Vind ik niet, want het is hetzelfde als dat Emmen bij PSV speelt. Dat Emmen heel veel kritiek krijgt omdat ze weer met een grote uitslag eraf gaan en dat ze proberen mee te voetballen. En ja, dat is allemaal wel waar. Maar als jij als Emmen bij elke moeilijke uitwedstrijd, en deze weet je eigenlijk ook nog wel zeker dat je hem gaat verliezen, maar dat je dan van je speelwijze af gaat stappen, dan ben je in de volgende wedstrijden ben je ook niet goed voorbereid. En als je kijkt naar VVV Venlo en Heracles die zich wel aanpassen aan tegenstanders. Nou, VVV doet het altijd, volgens mij. En Emmen is echt een speelwijze waarbij ze heel erg proberen te voetballen. Nou ja, goed, dat vind ik aan de ene kant ook te prijzen. En dan moet je dat ook maar gewoon een keer bij PSV uitervaren om te kijken hoe je spelers op dat niveau reageren. Zodat ze juist in die andere wedstrijden beter voorbereid zijn. Ja, heel goed. Nou, ik denk het ook. Ik ben wel blij met dat Van Bommel heel standvastig is. Hij heeft er niks van gehoord, volgens mij. Zet even de chat. Ja, zeg zeker. Maar, ja, heel goed. Nee, maar het gaat toch over het punt over wat we net maken. Over dat je kan aanpassen. En dat kan je dat heel vaak doen. Beste voorbeeld vind ik nog Jean-Paul de Jong met FC Utrecht. Die zich helemaal heeft aangepast. Eerste wedstrijd van het seizoen bij PSV uit. Ja, dat wordt hem dan niet. En dan, dan begint het seizoen zonder enig idee. Maar ja, goed. We kunnen vast ook een voorbeeld noemen waarin het wel een keer goed ging. Goed. Laten we het over een team hebben dat het goed doet. Passen jullie je veel aan met Heracles? Ja, we hebben een Duitse trainer. Hè? En ja, niemand had natuurlijk verwacht dat we op plek 4 zouden staan. Jij ook niet? Als je ziet dat het elk jaar gewoon plek 10 is, dan verwacht je natuurlijk dat je nu ook ongeveer rond plek 9, 8 misschien, ja, of plek 10 gewoon ziet staan. En nu sta je op plek 4 en je doet het eigenlijk zo goed. Ja, het verbaast me wel eigenlijk. Ja, er wordt heel veel gezegd over jullie trainer. Een tactisch wonder. Hij heeft de ploeg goed voor neergezet. Hij gaat het ook vertellen voor mij en jullie fans. We zagen iets voorbij komen. Hier, de tactische supportersavond op 9 november met spelers en staf. Dan gaat hij uitleggen een beetje over zijn voetbalvisie, de tactische overwegingen en zijn ervaring bij de club tot nu toe. Wat gaat hij die avond vertellen, denk je? Sylvester, wat is zijn visie? Ik denk dat ik ga niet vertellen wat hij gaat vertellen. Want ik weet natuurlijk hoe zijn visie is. Hij gaat het natuurlijk vertellen op zijn Duits. En hoe wij voetballen. Ja, op zijn Duits, is dat schreeuwend of zo? Of hoe moet ik dat zien? Ja, echt. Wij spelen wel. Wij spelen echt verdedigend wel. En natuurlijk ook aanvallend. Maar als je als Duits ploeg, ja, die verdedigen veel. En moet je veel lopen. Kijk, de tactieken, ja, die hoor je dan inderdaad 9 november, hoe hij dat allemaal doet. Maar wat is het voor jou? Want ik heb gehoord, en dan mag jij het bevestigen of ontkennen, dat je zegt, Niel, wat zeg nou maar, dat het vooral voor de aanvallende jongens is het in het begin best wel lastig geweest, omdat je heel erg in de keurslijf werd gedrukt. Ja, heel lastig, ja. Ja, het was voor mij sowieso heel anders, want ik vorig jaar Almere gezeten. Kon je doen wat je wilde? Kon ik redelijk doen wat ik wilde. Ja, nu zeg je nog een wat jij 80 minuten aan de linkerkant wilde hangen. Ik had redelijke vrije rol. Ik had Kees van Buren achter me staan. En die is AB? Ja, Kees AB, ja. En die deed eigenlijk alles voor me achterin. Ik hoefde niet echt mee te tegen. Ja, een beetje de binnenkant staan. En die zei altijd van, ja, blijf maar een beetje voorin. Af en toe een beetje verdedigen. Ja, dat was echt een mooi event, was het. Dus voor mij was het echt anders. De eerste 3-4 weken, ik denk dat ik alleen maar heb lopen verdedigen op de training. Omdat wat dacht jij toen? Ja, ik dacht echt, wat is dit voor trainer? Ik dacht echt, wow, dit had ik nooit verwacht. Had ik hier wel naartoe moeten gaan? Of moet ik nu alleen maar hier komen om te verdedigen? Ja. Want meestal zie je dat clubs in het rechte rijtje onderin, dat zijn clubs die helemaal achteruit worden getongen. Ja, dan snap ik het. Maar wij willen natuurlijk wel voetbal laten zien. Ik heb er wel heel veel van geleerd nu, want ik denk dat ik sterker ben geworden in verdedigen. Ja, en het is wel grappig om te zien, want ik hoorde die verhalen ook in de voorbereiding, dat aanvallers nog wel een beetje lastig hadden, want ze moesten zoveel verdedigend werk doen en zo. Maar tot nu toe zijn het juist die aanvallers die excelleren. Toch? Zeg maar de aanvallers bij Heracles, hè? Het gaat niet ten koste van de doelpuntenproductie hier bijvoorbeeld. Want Peterson, die scoort er lustig op los, terwijl hij in principe ook, net als op jouw positie, heel veel zou moeten lopen. Ja, maar dat doet hij ook. Hij loopt ook veel. En we lopen met het hele team lopen veel. En daar trainen we ook gewoon vol op. Veel conditietrainingen. En onze trainer is echt niet iemand die een shuttle run gaat doen. Nee. Maar die heeft liever dat we op een training veel gaan rennen. Met de bal andere kant op. Dus hoe je eigenlijk ook wil gaan spelen in de wedstrijd. En ik
Ja. Wat is nou, want je hebt de hele voorbereiding meegemaakt. Nou, je bent nu geblesseerd geraakt. Wat is nou, we zijn nu 2-3 maanden verder. Wat is nou de positie voor jou onder deze Duitse trainer waarvan je denkt, nou, hier pas ik het beste? Gewoon rechtsbuiten. Ja? En dat weet hij ook. Waar Kuwas nu speelt. Ja, Kuwas speelt er niet meer, toch? Nee, Kuwas speelt op 10. Nee, die speelt nu op 10 afgelopen weekend. Ja, ja, lang al. Ja, het is een beetje doorroeleren. Nee, ze hebben Duarte heeft een keer rechts gestaan. Dros heeft nu rechts gestaan. Ja, ja. Dus dat wisselt al wat langer door. Duarte nu op de bank, hè? Ja. Ja, ja, dat is. En Osman ook op de bank. Ja. Ja, wat deze trainer heeft bereikt, zeg maar, dat niemand zeker is van zijn plek. Ja, dat klopt. De trainer, ja, zo is onze trainer wel. Niemand is zeker van zijn plek. Ja, op dit moment denk ik Chris Petersen en misschien nog een speler of twee spelers wel. Want, buis. Nou ja, dat weet ik ook niet. Ik weet trouwens ook niet of hij morgen speelt. Hey, je hebt Samba en nog. Ja, op een gegeven moment. Hij wisselt heel veel, inderdaad. Maar ja, je ziet wel dat iedereen eigenlijk speelminuten krijgt. Dus ja. Maar is dat lekker voor jou? Want ik kan me voorstellen dat jij als aanvaller gewoon zegt, trainer, allemaal leuk en aardig. Ik wil gewoon elke week spelen. En als ik elke week speel, word ik beter, krijg ik vertrouwen en laat ik dat ook weer zien. Ja, tuurlijk. Maar als je bij 1 niet speelt, dan speel je bij 2. Ja. En zo is onze trainer. En je moet gewoon elke wedstrijd laten zien wat je kan. En doe je het een keer niet. Hij is echt niet gelijk als je 1 wedstrijdje minder doet, dat je dan gelijk wisselt. Maar ja, hij is wel een trainer van, als jij 2-3 wedstrijden achter elkaar het gewoon niet je best doet, ja, dan stel ik iemand anders op. Want hij zegt, we hebben geen 11 spelers. Nee, we hebben 30 spelers hier in de selectie. Die eerst onderaan staan, die telkens een stapje omhoog willen. En dan kom jij daar en je gaat op de bank. Kom je of misschien op de bank, of je komt gelijk onderaan het rijtje te staan. Ja. Oh, waar sta jij nu? Ja, nu nog zeker op de bank met een blessure, maar... Want je begon het seizoen goed, toch? Alles gespeeld, ja, behalve Ajax uit? Nee, ja, invalbeurtjes heb ik gehad. Ik heb 2 basisplaatsen heb ik gehad. Bij mijn laatste tegen de Graafschap inderdaad geblesseerd geraakt. Maar voor mij was het natuurlijk ook wennen, want ik kwam eigenlijk voor mijn ontwikkeling de eerste 3 maanden om eerst te gaan ontwikkelen, voordat ik eigenlijk echt misschien zou gaan spelen. En het is eigenlijk sneller dan... gewacht. Gepland eigenlijk. En ja, ik zag mijn kansen wel op de rechtsbuiten. En ik weet zeker, als ik misschien nog fit was gebleven nu, had ik ook gewoon steeds meer ervaring kunnen opdoen en steeds beter kunnen gaan spelen. Ja, want het grappige is, voor mij hebben we ook nog beelden van jou van vorig jaar. Ja, het was op een gegeven moment, zat voor mij zonder niet te overdrijven, gewoon heel Europa achter jou. Je kreeg belletje uit elk land. Ja, dit is natuurlijk een fantastische actie. Dit is in de play-offs tegen de Graafschap. Toch? Ja, dat klopt. Dat was maar ik had gelijk, toch? Wat ik tegen je zei. Ja. Alle clubs wilde je hebben, toch? Veel clubs, ja. Veel clubs. En hoeveel talen heb je moeten antwoorden? Tot China aan toe. Ja, Chinees echt? Ook, ja. Ja. Oké. Okay. Was er nou ook al een club waarvan je dacht, ja, weet je, dit is trouwens wel echt koekoek. Oh. Ja, ik denk dat het gewoon zo'n actie heeft gewoon met vertrouwen te maken. Ja. Ik had gewoon heel veel vertrouwen van de trainer. En je zit lekker in je vel. 15 doelpunten gemaakt. Volgens mij nog in 20 wedstrijden. Ja. Begin van het seizoen eigenlijk alleen maar bij Jong gespeeld. Van koppen, hè? Hey. Ja, koppen kan ik ook, ja. Zeker. In het begin bij Jong gespeeld. En nooit eigenlijk bij het eerst ook geen invalbeurt. De eerste 10 wedstrijden. Tot op een gegeven moment Jack zei van, ja, weet je, ik ga je nu een kans geven. Laat zien wat je kan. En dat heb ik eigenlijk gewoon laten redelijk zien. Gedaan, toch? Ja, ja, ja. En ja, toch op het mooiste hoogtepunt was toch wel de play-offs. Ja, zeker. Waar waren jullie dichtbij, hè? Op de oh, Vijverberg. Ja, 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 ja. Maar je zei China zelfs ook gebeld. Ja. Tussen welke clubs ging het uiteindelijk voor ja, jou? Ja, ik weet... Nah, dat jij echt dacht... Echt... Nou, dat vind ik echt serieuze opties. Nou, er waren wat clubs. Er waren wel mooie clubs. Ja, waar moet ik aan denken? Wat zijn mooie clubs? Mooie clubs zijn Willem II. Ik denk, ik ga nu een topclub in China noemen. Veen, AZ zou een mooie club. Utrecht. Maar ja... Eigenlijk de enige die heel snel echt concreet was, was Heracles. En gelijk heel snel gesprek gehad na de play-offs, al 3 dagen later. Ja, dat weet ik. En, dat ging heel snel, ja. En het ging heel snel en het voelde ook gelijk goed. En ik dacht bij mezelf, ja, ik kan wel naar een lager of nog naar een hogere gaan. Maar ik denk, als jij naar een plek nummer 10 gaat in de Eredivisie, dan doe je het best wel goed voor een als club zijn dat vanaf Almere City naar zo'n club gaan. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je een lekker half jaar hebt gedraaid en dat een club uit China je belt, misschien uit Japan, weet ik veel waar ze allemaal vandaan. Ja, ja, en je dacht, fuck it, ik ga gewoon lekker cashen. Ja, natuurlijk wil je eigenlijk altijd cashen, maar ja, dat komt nog wel. Ik ben nu pas 22 en ik heb dus nu nog ongeveer 2,5 jaar bij Almere. Heracles, sorry. En dus ik denk dat het... Het zou toch om je te ontwikkelen en daar. Ja, maar ik vind het wel tof, want op zich, wat je zei, hè, je komt, je ziet en
Ja, ik was pas 18. Overwint, dankjewel. Was pas 18 toen ik het profvoetbal inging. Ja, ongelooflijk, ja. Hè? Dat het zo snel is gegaan. Maar goed, het is goed om te zien. Over 2 weken weer bij de groep? Ik hoop een weekje. Hij loopt je parkeermeter af, toch? Ja. Ik ga. Nee, maar tof dat je in ieder geval was. En ja, mensen vinden het toch wel echt opmerkelijk dat je Heracles boven China hebt gekozen. Ik had het al willen zien, hoor. Ze best onder water. Ja, het zou mooi zijn geweest. Maar wie weet, over een paar jaar kan ik die stap maken. Tot slot, je had het net over de trainer. Een hele andere trainer dan dat je gewend was. Jack de Gier en Frank Woordboek. Voor mij zijn er niet twee trainers die uiterste van elkaar zijn, toch? Nee, die waren... Wat is nou de gekste oefening die je dit seizoen onder Woordboek hebt gedaan? Met touwtjes rennen. Ja, wat dan? Ja, we begonnen begin van het seizoen. Nou, we werden gewoon uitgelachen. Echt uitgelachen. Door wie? Dat we, ja, door mensen in de media. Dat wij trainen, die weten er helemaal niks van. Dat wij trainen met touwtjes. Om te gaan rennen naar dus kant wisselen telkens met touwtjes. En maar lachen wat ze deden. En we werden best wel belachelijk gemaakt van waarom trainen jullie met touwtjes? En uiteindelijk zie je, je loopt in de goede posities tegen Ajax. En je speelt 1-1. Ja. Maar dat had je dus nog nooit meegemaakt? Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar dan heb je zo'n touw vast en wat denk je, wat ben ik aan het doen? Nou ja, je denkt dat je even stil kan staan, maar je wordt gewoon meegetrokken door een touw. Dus je moet wel mee gaan rennen. En zo stampt het eigenlijk heel erg in je hoofd. En daar is de trainer mee bezig. En deze trainer is niet iemand die 4 weken of een maandje of 2 met 1 ding bezig is. Nee, die is 3 weken lang vol echt met 1 ding bezig. Dan gaat hij overschakelen naar iets anders. Okay. Maar en toch laat hij dat vorige stuk ook weer terugbrengen. Dus op een gegeven moment is een doel waarschijnlijk binnen een jaar tijd al die opties in je hoofd hebben. En dan makkelijk te kunnen uitvoeren. Dat je meerdere opties hebt. Maar, heel mooi. Je bent helemaal stil van, man. Ja, ik zit echt... Ik vind het wel een tof verhaal dit, man. Ja, ik ook. Je zit er lekker in. Ja. Nou, ik zal zeggen, kijk op 9 november. Of ga er maar toe. Het is voor fans, hè? Ja, nou, jij bent ook wel een fan van mij. Ja, tuurlijk. Dus dan ik ben fan van jou, man. Klopt dat jij ik weet niet of dat Sylvester weet. Dat jij die fanclub ooit hebt opgericht voor Sylvester? Ja, daar zit ik achter. Oké, hoeveel leden heeft het inmiddels? Ik geloof 481.000 of zo. Allemaal in China. Ja, allemaal in China. In China, ja, zit dat, ja. Ja, maar dat is nog wel iets. Een hele goede vriend van mij, Melvin Platje, speelt dan bij Bali United. Ja. En dan af en toe, als ik dan een keer gewoon even onder zijn foto reageer op Instagram, en dan krijg ik denk ik wel 8 of 9 berichten op Instagram van come to Bali United, play for Bali of play for Indonesia. Dan denk ik bij mezelf, nou, ik ben gewoon Nederlands, dus hoe kan ik voor Indonesië gaan spelen? Dus dat zijn wel grappige dingen inderdaad om mee te maken. Wat als je dit zo hoort, Melvin is daar dus heen. Voor mij hebben ze daar prima naar zijn zin bij Bali United. Ja. Maar wat is nog een droom? Ja, ook zulke landen. Ik zou ooit ook wel naar Bali willen gaan. Ja? Of ik zou inderdaad ooit wel in Dubai willen voetballen. Of, maar dan heeft het echt Australië. Te maken met... Ping-ping. Ja, het geld toch? Ja, ooit wel. Ja. Maar nu vind ik het gewoon leuk om te voetballen. En nu ga ik ook nog lekker voor het voetbal. Maar uiteindelijk moet je wel een knop omzetten in je leven. En dan moet je wel denken van, wat wil je later gaan doen? Wil je toch nog even wat meer geld binnen hebben geharkt? Of denk van, nou, ik blijf lekker hier over Heracles je hele leven voetballen. Of je gaat nog even naar de keukenkampioen-divisie. Ja, ik ben wel benieuwd. Kijk, jouw teamgenoot Bradley Cubas, die heeft op vrij latere leeftijd nog uitgesproken dat hij bijvoorbeeld misschien nog wel op Oranje hoopt, hè? Ja. Is dat bijvoorbeeld voor jou een ding dat je zegt, nou, als ik dat niet haal, dan ga ik voor het... Zeg maar, wat is jouw sportieve wat je graag zou willen? Of het nou kan of niet, zeg maar. Ik zou wel graag natuurlijk het Nederlands elftal willen halen. Maar als het op een gegeven moment echt niet lukt, ja, dan moet je een keuze gaan maken. En dan ja. Maar natuurlijk zou ik het liefst echt het Nederlands elftal willen halen. Maar dat is mooi. Ik heb gewoon nog 2,5 jaar bij Heracles. Dus ik kan me nog verder ontwikkelen. We gaan kijken hoe het dan verder loopt. Scoor ik hem misschien in 4 wedstrijden, scoor ik 6 keer. Ja, dan ziet de bondscoach of nog misschien de trainer van Jong Oranje eerst. Die zou zeggen van, oh, wow, die kan wel wat. En misschien laat ik je uitnodigen. Want zo snel kan het gaan af en toe. Ja, mensen willen ook nog weten wat je van het publiek vindt in Almelo. Ja, mooi. Ja? Ik vind het leuk publiek. Sta je ze allemaal met dat accent? Ja, ik kan het zelf nog niet echt, maar ik kan wel dingen verstaan. Zou het toch mooi zijn dat Sylvester over een jaar met Almelo's accent hier in de studio zit? Nee, maar alles kan in Almelo, hè? Dat weet ja, zeker. Ja, klasse, joh. Hier, dus, je begint al. Wat is je liedje? Wat ze voor je zingen? Nou, die heb ik nog niet. Heb je nog geen liedje? Nee, ik heb nog nooit wat gehoord eigenlijk dat ze hebben gezongen. En bij Almere? Sylvester is on fire. Ja. Die zongen ze altijd. Ook Sylvester van de Water. Oh, oh, ja, oh. Ja, 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 die hebben ze nog niet in Almelo?
Nee, die hebben ze nog niet in Almelo. Maar wat niet is? Kan wel, dan is die O iets langer, denk ik. Ja. Sylvester van Dover. Ja, heel goed. Ja. Prima. Oké. Okay. Gaat Almere vanavond de periode pakken? Wordt heel lastig met Twente uit. Ik had graag willen kijken. Jij moet toch zeggen, als dat je dan nog op vrijdagavond. Dan moet je zeggen, Almere gaat de 0-5 over. Ja, ik ga vanavond, ik hoef morgen pas 's middags te trainen. Ik denk dat ik vanavond gewoon een rustige avond. Zowel op de bank lekker bij mijn ouders even voetbal kijken. Ja, doe je het vaak? Ja, nou ja, ik ben niet vaak bij mijn ouders, want anders moet ik elke keer een uur heen en weer gaan rijden. Ja. Maar ik kijk anders 's avonds thuis wel op de bank. Veel voetbal? Ja, voetbal, ja. Ja, echt, of even een beetje Call of Duty spelen. Dus, Duty. Ja, je speelt weinig FIFA, hè? Ja, maar je hebt wel verloren, dus... Jawel! Ja, kijk, waar is die? Oh, daar zit hij. Ja. Thomas, hoor je het? Dankzij... Ja, oh, echt lullig. Ondertussen is je auto weggesleept, dus je kan lekker blijven zitten. Ja. Nee, dankjewel, jongen. Ja, hartstikke bedankt. Goed weekend. Als we nog tot slot, Pek. Moeten we Pek Heracles? X'je of een tweetje? Staat genees op? Een tweetje. Tweetje? Voor de bonus een tweetje. We gaan altijd voor je eigen club staan. En we gaan altijd weer. Kijk, dit is de Jurkse... Een X'je. Als we het over X'jes hebben, en eentjes en tweetjes, dan gaan we waarheen, Lars? FC 1x2. En nou, dit keer... Bedankt. Hey, later, goos. Fijne avond nog. Jo, goed, hè? Vol, en dit keer was Hein van der Boogaard bij de Rivierwijkers in Utrecht. Want dan voetbalt hij namelijk zelf. We gaan er nu... Volgende week nam Raoul het van me over weer. Deed hij hartstikke goed. Maar deze week wordt het een hele bijzondere uitlevering. Oh, shit. Uitlevering. Ja, het is in principe een soort van uitlevering. Vorige week nam Raoul het weer van me over. En dat ging eigenlijk wel een keertje lekker. Deze week zijn we bij Rivierwijkers, dat is mijn eigen clubpie. En ga ik lekker meedoen met het eerste. Ja, de mooiste club van Utrecht, dat durf ik gerust te zeggen. En ja, wat voor club is het? Ook van alles echt door elkaar heen. Maar dan ook meer echt gebaseerd op studenten, ex-studenten, wat dan ook. En eigenlijk een beetje uit het hele land. Vandaag is het wel een wedstrijd of bijblijven of afhaken. Dus ja, wat mij betreft volle bak. Wie is nou echt een beetje jullie beste? Justin. Het kan geen toeval zijn, want onze cameraman heeft ook Justin. Dat zijn vaak talenten. Toch, Justin? Hoeveel ga je er maken vandaag? Zetten we in op 3? 3. Ik ga er 3 maken vandaag. 3 yes. En 1 assistje van mij dan? En als, ja, dat is goed. Okay. En doe ik mee of niet? Ja, hij staat in de basis, hè? Oh, lekker. Wat gaan we vandaag doen? Ja, winnen natuurlijk. Daar ben ik heilig van overtuigd. Hey. Dat denk ik. Jij bent de Toto-kenner. Dat klopt, zeker. Dan gaan we even een paar wedstrijdjes voor jou inzetten. Feyenoord PEC, wat gaat het worden? Feyenoord natuurlijk. VVV ADO? Thuisploeg weer. Ja. Oké. Okay. Laatste wedstrijd, Heracles Groningen. Heracles is in vorm en Groningen wint de laatste wedstrijden niet. Dus ik ga voor Heracles. Lijkt me makkelijk, ja, toch? Dat kunnen we winnen. €301,50. Dat is prima, dan kunnen we gebruiken. Dat zijn een paar broodjes bal. Dat zijn zeker een paar. En een paar pullen bier. Hier heb je de microfoon, Justin. Het is goed zo. Later. Daar gaat onze Hein voor dus een heel bijzonder duel. Rivierwijkers met Hein van den Boogaard in de basis tegen Amsvoorde. En Amsvoorde, kan ik u alvast verklappen, is niet de minste tegenstander, hoor. Want komen meteen sterkere startblokken. Laten de Wijkers lang in leven tot de 20e minuut. Want wat een doelpunt is dit, zeg jongens toch. Dit is wel een goal of the year kandidaat. Derceu Okaïn met een kanonskogel. En dan staan de Rivierwijkers even perplex, want hier is het meteen 0-2. Doelpunt Benalla na prachtig combinatievoetbal. En dan, ja, lijken de Wijkers ineens rijp voor de slachting. Totdat ze hier de kans krijgen, want wat een aanslag is dit op spits Justin Bleumink. Hun sterspeler wordt gecatapulteerd, terecht de penalty. Alleen moeten ze dan wel verder zonder Bleumink, kan niet verder. Een aderlating voor de Wijkers en een gemiste penalty ook nog eens. Ja mensen, het wordt zo'n middag, want hier is het binnen het half uur meteen aan de andere kant 0-3. Een Jantje, Mees Heenkamp die je maakt. En daar blijft het niet eens bij, want ook Ibrahim El-Kalkai komt hier in beeld. Mag zich toevoegen op het scoreformulier. 4 doelpuntenmakers, 4 goals, 0-4. En de Wijkers doen hier dan wel wat terug, 1-4. Maar desalniettemin lijkt een donderspeech nodig om hier nog wat aan te doen. Wrong with it! Get your fingers out with your bottle gun! And come and pay attention when I'm talking to you! If you don't want to wear the shit, off! Gaat het dan nog spannend worden in de tweede helft? Nou, het antwoord erop is niet echt. Want meteen is het hier weer Derceu Okaïn in. Een iets minder mooie goal dan die eerste, maar hij telt wel. 1-5 en hier, ja, geklungel in de Wijkersverdediging. Typerend voor deze middag, Okaïn. De hat-trick, wat een salto achterwaarts.
Ja, bij je turnen zou je hier een 10 voor krijgen voor deze prachtige afsprong en landing. En ja, Van der Bogaert, het is niet zijn middag. Het is niet de middag van de rivierwijkers die hier tegen de 1-7 aanlopen. Benalla weer zit inmiddels al vlak voor het einde van de wedstrijd. Want zoals gezegd, de spanning was ver te zoeken. En Benalla maakt ook een hattrick. 1-8, de gifbeker moest helemaal leeg voor FC 1x2 en de rivierwijkers. Wat ging er fout? Ja, wat ging er goed? Toto ging volgens mij goed, of niet? Ja, je had ze allemaal goed. Ja, dat is keurig. Het zat er vandaag niet in, hè? Nee, helaas. Het was toch een maatje te groot, Amstvoorde. Ze waren gewoon hartstikke goed. Ja, laten we daar maar op houden. Hey, als dank krijgen jullie toch nog een bidonkrat van Toto. En we hopen dat volgende week weer gewoon 3 punten mee naar de rivierwijkers gaan. Gaan we voor. Spelen tegen Domstad, dus dan moet het. Volgende week weer frisse start. Ja, volgende week gaan we weer voor de 3 punten. Ja. Nou, wij gaan volgende week ook weer voor de 3 punten. We gaan weer terug naar de 5e klasse. Raoul die zal wel eens een vijfje lachen. Volgende week ben ik er weer. Dus weet je nog een leuke club? Meld je aan en dan zien we je volgende week. Doei doei! Yeah! Yeah! Ja, dat is eigenlijk best wel een klein bruggetje, toch? Van Hein van der Bogaert naar Julia van Wet. Toch? Jur? We horen Jur nog niet. Nee. Maar dat kan vast. Of Jur is ervan geschrokken dat ik hem in een rijtje heb gezet met Hein van der Bogaert. Dat zou kunnen. Hey, we horen Jur nog steeds niet. Hey Jur. Goedenavond. Bonsoir. Ja, Jur hoort ons wel, maar wij hem nog niet. Ça va? Oui, ça va? Et toi? Ça va bien? Dat is echt VMBO 2 Frans, is dat. Ja? Meer heb ik nooit gedaan. Kom on, ça va. Ja. Bedankt, Jur. Jur, bedankt. Tot volgende week. Hij heeft wel gewoon gelijk wat hij zegt. Ja, vind ik ook. Toch? Ja, maar als je het zo bekijkt... Jur heeft altijd gelijk. Ja. Je kan heel veel over Jur zeggen, maar Jur heeft wel heel vaak gelijk. Inderdaad. Nee, we willen het met Jur eigenlijk hebben over de Olympique Marseille tegen Paris Saint-Germain. Oké. Okay. Maar daar gaan we het dan zo even over hebben. Ik wil nog even over FC 1x2 zeggen. Ja. We hebben nu 3 mensen meegedaan dit jaar van dit bedrijf. Ja. Dit bedrijf. Er zit een bedrijf, ja? De beweging FC Afkikken. Daarvan staat Bruce Ton nog steeds op 1. Mm-hmm. Ik denk dat Hein van der Bogaert absoluut op 3 staat. Nee. Nee? Jij staat altijd op 3. Heb je überhaupt deze aflevering gekeken? Hein is er al voetballend geen 1 keer in geweest. Nee. Wel? Leuk dat je hebt gekeken. Oh ja, die ene bal die miste. Ja, die had hij moeten maken, maar was wel moeilijk. Die was minder hoog over als die van jou tegen Bruce. Nou, vind ik ook. Wat betreft. Oké. Hey, maar wat willen we zien? Willen we de omhaal zien of de salto? De salto. Ja? Ja, 100% de salto, ja. Hebben jullie ooit dit gezien? Laten we even de salto zien. Want dan scoor je de 1-5 of de 1-6 en dan 3-2-1. Jatsee. Maar dit was ook een manier om te juichen in FIFA, FIFA 14 of zo. Is dat zo? Ja, 100%. Ik heb nog nooit zo gejuicht. Dat is goed, man. Capoeira. Ja, dat was gedaan. Als ik dit doe, dan is het een 8.9 op de schaal van Richter waarschijnlijk in Utrecht en omstreken. Als ik dat weet niet. Maar goed, en die omhaal. Hoe noem je dat ook weer voor de mooiste goal? Puskas. Nee, Puskas. Puskas. Dankbaar. Ja, die is wel lekker. Ja, goed. Ja, jij zegt het soort van, ja, zo maak ik ze ook. Elke maandagavond. Het zou het mooiste zijn als hij die manier van juichen combineert met als hij een voorzet krijgt, zeg maar. Dat hij die bal zo inschiet zoals hij nu juicht. Ja, je hebt toch een doelpunt gehad van iemand die zo'n salto deed en toen de bal erin schoot. Echt een Engelse 5e divisie of zo. Ja, jongens, ik leef op het internet. Die bal van Jovic die kwam redelijk in de buurt. Zeg maar, dat was een hele mooie. Ja. Dat was wel echt een hele mooie, vorige week. Vanuit de positie dat het eigenlijk niet kan. Ja, schitterend. Ja, mooi. Martins, wordt er gezegd. Die omhaal. Nee, de Obafemi? Ja. Obafemi. Obafemi Martins. De salto's. Amerika. In Amerika. In de MLS, ja. Ja. Zeker. Klasse. Zeker. Wat? Jij alleen maar bier, dat wordt steeds erger. Hey, het is een vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag. Haar niet doen, bier drinken en af en toe wat roepen. Een keer een borrel ooit. Wat zei je? We hadden ooit nog een vrijdagmiddagborrel. Ja, ik ben de enige die al drinkt hier. Ja, goed. Oh, Jan, die wordt oud hoor. Ja. Zo word ik als je oud. Dat nog weet. Jeetje, man. Jij bent oud, hè? Nou. Nog niet zo oud als Wutru. Want ik ga het even aan Wutru vragen. Laatste keer dat El Clasico werd gespeeld zonder Ronaldo en Messi. Je had je ook aan mij mogen vragen. Wel, nou, zeg maar. 2007. Ja, en ik lees het draaiboek, dus ik had hem ook geweten. 2007. Wordt het nu al een stukje minder zonder deze twee? Nou ja, ik kan sowieso niet kijken, want ik ben aan het werk. Maar anders... Maar jouw werk is toch voetbal kijken? Ja, maar vooral Eredivisie kijken. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke wedstrijd er om 16:15 is in de Eredivisie, maar ook die wordt gewoon gekeken op de Opta Sportsburelen. Maar goed, ik zou er misschien... Nou goed, dat is ook niet waar. Ik zou hem gewoon gaan kijken, maar het is wel minder toch? De magie is er een beetje af... Je wilt toch, het is ook gewoon heel lang een clash geweest tussen Messi en Ronaldo. Nou, zonder Ronaldo was het denk ik al wat minder geweest. En nu zonder Messi, Nou, een deel voelt van toch anders of zo. Deel van die magie
is inderdaad Messi en Ronaldo. Een deel van de magie is ook wel de rivaliteit en wat er meer met Ramos gaat gebeuren. De rivaliteit. Ja. Je weet precies, als bij de D-reizen de weekendtrips naar Barcelona in de aanbieding zijn, dan zit het vol daar ook. Ja, maar niet. Ja, maar nou, dat maakt ook okay, deze wedstrijd is wel anders. Maar speciaal. Ik vind het eerlijk gezegd geen zak aan zonder die twee. Nee, ik heb dat eigenlijk ook een beetje. Ik vind het juist nu tof. Okay. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Als je naar de stand kijkt, het scheelt 4 punten. En Real staat 7e, volgens mij. Real heeft minder punten dan VVV. Ja, dat is wel een goede vergelijking. Dat is, ja, die zag ik 10.000 keer op Twitter. Ik denk gewoon even lachen om te zeggen. Oké, okay, als je voortaan alles wat leuk is op Twitter hier doet, dan maak ik gewoon een blokje, ja? Nou, ja. Ik heb een social blokje met Lars. Lekker, man. Oh, 4 punten verschil inderdaad. Real staat 7e met 14 punten en Barcelona staat bovenaan met 18 punten. Ja, dat scheelt helemaal niks. En er staan mooie clubs zoals Espanyol en Alaves en Valladolid. Espanyol staat 2e inderdaad. Oh, kijk. De man van Eurogoals. Ja. Draai je hem toevallig. Nu horen we hem, zien we hem niet. Ja, de man van Eurogoals? Ja, toch? Ja, dat is lang geleden. Ja, maar het is nog steeds jouw titel. Jurriaan van Wessum. Bonsoir. Bonsoir, inderdaad. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, heb je genoten van het Franse voetbal midweeks? De Franse clubs? Ik hoorde hem ook. Nee, maar daar geniet ik zelden van. Maar het kwam wel goed uit dat de Italiaanse clubs een beetje hun best deden. Dit is natuurlijk veel gedoe in Frankrijk natuurlijk. Omdat eigenlijk over de hele linie is er zwak gepresteerd. Ja. Monaco en Lyon hebben het dan nog het beste gedaan. Maar Paris Saint-Germain tegen Napoli, dat is een leuke ontsnapping geweest natuurlijk. Van Di Maria. Maar je had er niet aan moeten denken dat Paris had verloren. Want dan waren ze waarschijnlijk met een salonresultaat door Liverpool en Napoli eruit gegooid. Dus ik denk dat het een enorme wijze les is voor Paris Saint-Germain en voor het publiek in Frankrijk. Ik moest vanmiddag al bij de collega's van RMC Sport een beetje uitleggen hoe dat komt. Dat die Franse ploeg in Europa niet zo goed spelen. In welke taal was dat, Jure? Wel in het Frans, ja. Nou, dan kan je het nu, wat je vanmiddag in het Frans hebt gezegd, nu in het Nederlands bij ons vertellen. Hoe komt dat, Jurriaan van Wessum? Nou, ik denk dat het komt omdat de Franse ploegen niet gewend zijn om in verschillende systemen te spelen. En dus in het buitenland vaak worden overrompeld. Wij herinneren ons nog heel goed die wedstrijd tegen Ajax van Lyon van anderhalf jaar geleden. Zeker. Waar Lyon op papier toch wel beter was. Maar uiteindelijk in een half uur volledig zoek wordt gespeeld. Nou, dat soort incidenten, die doen zich iets te veel voor rondom Franse ploegen in Europa. Gisteren Olympique Marseille, tactisch totaal weggezet door Lazio. En zeker in het laatste half uur niet bij machten om dat nog recht te trekken. Dan zie je dat bij Paris Saint-Germain, die spelen dan met veel een collectief van individualisten tegen een echte, hechte ploeg van Napoli. Dat heeft Ancelotti wel heel snel in elkaar geflanst. Lyon kwam eigenlijk bij Hoffenheim ook in de problemen, terwijl ze die groep al lang naar een hand had kunnen zetten. Als ze iets gedisciplineerder hadden gespeeld tegen Shakhtar Donetsk en Hoffenheim. Want als je wint bij Manchester City, mag je eigenlijk niet meer uitgeschakeld worden. Nee. En dat risico loopt er nog altijd. Ja, weet je wat ik opmerkelijk vond? Ik zat gisteren Marseille tegen Lazio te kijken. Uiteindelijk scoort Payet gewoon weer een fantastische goal uit de vrije trap. Maar was hij zo ontevreden met het vertoonde spel? Of zijn reactie naar die goal? Wat was er met hem aan de hand? Nou, ik denk dat hij zwaar gefrustreerd is over een paar gang. Ja, over wat er allemaal zich afspeelt bij Marseille. En dat hij waarschijnlijk toch iets heeft voorspeld dat het zo ging lopen. En dat hij die vrees bewaarheid heeft zien worden. Als je vorig jaar de finale haalt en nu eigenlijk al bijna uitgeschakeld bent. Omdat je het zowel tegen Apollon Limassol als tegen Frankfurt uit handen hebt gegeven. En dan weer tegen Lazio uit handen geeft. Denk ik dat de echte vedette in de ploeg zeer ontevreden is. Ja. Denk je dat Strootman ook geschrokken is van het niveauverschil zeg maar, waar hij nu terecht gekomen is ten opzichte van Roma? Ik denk dat Marseille een beetje geschrokken is van Strootman, maar in ieder geval brengt hij niet wat men van hem verwachtte. En omgekeerd denk ik dat Marseille natuurlijk inderdaad niet die ploeg is die Strootman misschien verwacht had aan te treffen. Ik moet eerlijk zeggen dat Rudy Garcia
Ik snap wel waarom hij hem heeft gehaald, maar hij kan het nog niet echt. Ja, hij kan het wel belopen, maar hij kan het niet de impulsen geven die hij gewend was om te geven bij Roma. En dat lijkt me een enorme teleurstelling. Maar het is denk ik nog niet een mismatch. Maar zowel Marseille als Roodman moeten beter. Ja, zondag eigenlijk do or die, hè, voor Marseille. Marseille tegen Paris Saint-Germain. Het gat is nu al. Nee, dat is geen do or die. Dat prima. Is geen do or die. Maar ik ga heel kort even uitleggen hoe dat zit. Iedereen in Frankrijk heeft zich al neergelegd bij de landstitel van Paris Saint-Germain. Ja, het gat is al 8 punten, dus hè, met de nummer 2. Ja, nee, maar die Paris Saint-Germain, je speelt een competitie van 2 tot 18. Prima. En je moet ervoor zorgen dat je niet 19 of 20ste wordt, want dan lig je eruit. Maar van 2 tot 18, al die clubs kunnen nog Champions League halen en al die clubs kunnen nog degraderen. Okay. Dus het is voor Marseille vooral zaak om Lyon achter zich te houden. Daar staan ze nu voor. De enige club die er een beetje verrassend bovenuit klimt is Lille. Ja. En ja, ik verwacht niet dat Montpellier dit lang volhoudt. Maar Montpellier is natuurlijk wel zo'n provincieclub die in een enthousiasme nog een tijdje op die derde plaats kan hobbelen. Maar het gaat natuurlijk toch uiteindelijk tussen Lille, Marseille en Lyon. En ja, het is niet meer reëel om daarvan uit te gaan dat Monaco aansluit bij de top 3. Maar Monaco eindigt echt wel bij de eerste 5. Heel wat goed. Er nu ook gebeurt. Oké, okay. Zondagavond 9 uur Marseille tegen Paris Saint-Germain. Een tweetje invullen op het totenformulier. Jur, mag ik nog één ding vragen? Nou, Hein staat te wachten in de kroeg. En nog één vraagje. Je mag alles vragen. Hey, die Franse scheidsrechter bij Ajax van de week was niet zo best. Stond er nog wat in de Franse krant over? Rudy Bouquet? Nee, daar staat niet zoveel bij. Bouquet is niet... is niet erg geliefd hier. Die heeft 1 landstitel aan Monaco onthouden. Dus nee, maar... scheidsrechters, ik denk over de hele linie in Frankrijk... zijn meer pedant dan goed. Het is niet voor niks een Frans alleen scheidsrechters? Ja, en caféhouders. En Fransen. Hey, Jur, dankjewel. Top. We gaan zondag kijken naar Marseille... dat de kansloos afgaat tegen Paris Saint-Germain. Ik zou vooral kijken naar die Classico, die andere. Oké. Okay. Dankjewel, Jur. Tot snel. Ja, en dan gaan we van de man van Eurogoals naar de man van de rivierwijkers. Het gaat allemaal maar door hier. Hij staat in de kroeg en is nog nuchter. Hein van der Boogaard. Jazeker, ik ben nog steeds nuchter. We hebben leven in de brouwerij gevonden. We zijn aangekomen bij de Drie Paardjes hier in Emmen op het, het Grote Plein. We staan dus in de kroeg en ik heb al wat jongens gevonden. Er staan zelfs ook internationale Emmen-fans. We gaan eerst naar de nationale Emmen-fans toe. We gaan naar Job toe. Job, jij bent een van de grootste fans van Emmen, heb ik gehoord. Ja, absoluut, absoluut. Hey, hoe leeft Emmen hier? Met betrekking op voetbal neem ik aan. Ja. Ah, dat heeft wel even wat losgebracht in Emmen, absoluut. Dat is fantastisch. Hoe was dat vorig jaar dat jullie promoveerden naar de Eredivisie? Kan je dat uitleggen, beschrijven nog? Dat komt wel dichtbij de mooiste dag van mijn leven, denk ik. Dat was 1 groot feest in de stad. En dat ging tot de late uren door en het stond helemaal vol. Elke tent is vol. Het was echt fantastisch. Hey, en vanavond tegen VVV, best een moeilijke pot. VVV staat 5e. Ja. Emme heeft het niet helemaal lekker op de rit nog. Nee. Wat gaat het worden vanavond? Ik denk 2-1. En wie gaan het doen vanavond? Ik hoop op Anko Jansen. Ik heb de opstelling nog niet gezien trouwens. Maar Glenn Bell heeft al vaker laten zien dit seizoen dat hij het kan beslissen. Dus Glenn Bell is ook een grote kans maken. Voor de rest, Banning, daar moet het ook van hebben. Dus, We gaan het zien straks. Hè? En je hebt ook nog vrienden meegenomen uit Duitsland. Volker, where are you from? Hi. Well, I'm from the very heart of Germany, 100 kilometer north of Frankfurt. So it's called Neustadt Hessen. It's important to know, Neustadt Hessen. And what are you doing in Emmen? Well, I'm a great supporter of Emmen. We love Emmen and this is why we are here. So it's the first game that we visit, but we are very, very interested in what's going on in the stadium and very excited as well, yes, sure. What are your expectations? Well, to see a very tough game. You don't Emin, know, right? Emin, no. Emin leading with 1 goal. No, I guess it'll be hard for them to even achieve a draw. But who cares? Yeah, it's fun. It doesn't matter. No, not only we look at this as a sportive event. Yeah. Yes, and therefore we really are interested seeing them win. But well, I guess it really is a challenge. Yeah. Hey Job, kleine vooruitblik naar vanavond.
Niel wilt ook nog even tussendoor wat vragen. Ja, sorry dat ik dit interview onderbreek met deze onze vriendelijke Duitse reus. Maar wordt er nog een beetje moed ingedronken of is het een beetje gezapig? Hoe gaat het daaraan toe? Hebben ze allemaal net bij Dickie een broodje gegeten? Wordt er nog een beetje moed ingedronken hier? Dat is de vraag. Wordt er nog een beetje flink gedronken hier? Ja, dat moet. Ja, dat moet. Achter je wordt gezegd. Moet. Ja, want hoeveel biertjes gaan er op een gemiddelde avond in Emmen doorheen? Dat valt wel mee hoor. Nee, we zijn echt... je moet een beetje nuchter zijn om het voetbal te willen zien. Dus kunnen zien. Daarna gaan jullie los. Nee, ik niet. Ik ben te oud, maar die gasten wel. Ja. Nou, zolang het lekker blijft. Ik bedoel, ik hou geen stand bij of zo, maar... Volgens mij maakt het resultaat niet heel veel uit voor jullie. Jullie hopen op een leuke pot. Gelijkspelletje zouden jullie heel blij mee zijn. Jij voorspelt de winst. Ik ben benieuwd eigenlijk wat de heren in de studio denken dat het gaat worden. VVV gaat daar gewoon winnen bij Emmen. Maar ik zet het maar niet tegen die Duitser. Die kijkt nu al een beetje argwanend naar mij toe door die camera. Ik zou zeggen, ga snel naar het stadion toe. Misschien zijn er nog wel veel meer internationale fans bij Emmen. Oh, en hij is voor mij wel mee. Ja, wij gaan ons best doen. Dat laatste kon ik helaas niet verstaan. Iemand viel weg. Wij gaan in ieder geval ons best doen om het te halen. Justin en ik gaan de auto in, doorracen en hopen we het begin net te kunnen halen. En anders dan onderbreken we jullie wel in de auto. Yo, veel plezier. Groeten aan de Duitsers. Hoi. Ik vind het toch een onderschat onderdeel van de journalistiek in het algemeen. Zeker ook van de voetbaljournalistiek. Foxpopjes. Dat is toch belangrijk wat de plaatselijke bierdrinkers... Nou, als jij iemand 100 kilometer... Waar onder... Frankfurt, Neustädter Essen, heb ik net gehoord. Ja, maar dat je dan op je vrije vrijdag mag kopen. Ik hoop dat hij niet 's ochtends gewerkt heeft. Dan naar Emmen gaat naar een kroeg, de drie hertjes. En dan paardjes. Drie paardjes. Maar dat is niet zo gek hoor. Je hebt wat meer met gasten met paarden, dat kan toch? Bij Telstar heb je iemand die komt elke week uit Zwitserland. Die vliegt ook, toch? Ja. Die vliegt ook. Maar heb je er ook een paar van. Ja, maar bij Volendam heb je ook wel eens... Ja. Die komen er wel, mensen uit Essen. Ja, zeker weten. Zeg niet zo gek iets. Voor Essenboom? Nee, die zit bij Katwijk. Dat het vaker gebeurt, maakt het nog niet minder opvallend, zeg maar. Dat wil ik zeggen. Vorig jaar had je nog een prachtig verhaal over een man in Australië. Die koos Top Os met voetbalmanager. Die was helemaal fan geworden. Die kreeg shirtjes opgestuurd en weet ik wat allemaal. Je hebt die gasten ook uit Australië gehad voor Feyenoord. Die voor Feyenoord waren. Toen met de kampioenswedstrijd. Ja, maar dat komt door Brett Emmerton. Goed. Zo, die was goed dat je die was goed toen, hè? Zo iemand misvaart nu eigenlijk, ja, Brett Emmerton. Een beuker. Oh, ik weet niet. Even op de foto. Prima. Ja, mooie beelden. Oh, en hij krijgt nu een shirtje of niet. Maar goed, van Emmen is het een klein sprongetje naar de... Keukenkampioendivisie. Nee, El Clasico. Nee, grapje. Inderdaad, de keukenkampioendivisie. Want vanavond worden de prijzen verdeeld. Lars. Ja. En jij kon ons uitleggen hoe dat precies helemaal in elkaar zit. Ik moet eerst eventjes rectificeren dat ik nog heiligde van in de veronderstelling was dat het stieren waren. Oeh. Maar dat was... Nee, ho. Jij wist 100% zo. Ja, dat was toen de tijd ook zeker aan de orde. Maar ze konden niet meer geproduceerd worden? Ik heb geen flauw idee. Uiteindelijk zijn het een soort tegels geworden. De schilden, hè, de periodekampioenschilden. Oh. Mooi. Daar heb je wat aan in de keuken. Hebben we daar een afbeelding van? Ja, ik zag het zo. Dat is mooi. Mooi. Nee, maar dat is dus... Snijplank meer, misschien. Omdat we nog in de keuken... Ja, kijk eens. Want wat zien we dit bij dit prachtige rijtje? Ja, Ron, als we kijken... welke overeenkomst zie je tussen het winnen van de eerste periode... en kampioen worden? Dat als je Ajax bent, dat wel kan. Of Zwolle. En NEC? Nou, op NEC, zich. NEC, kijk uit. Oh, excuus. We zitten liggen sowieso niet zo goed in Nijmegen. NEC. Oh, ja. Sorry, jongens. Gebeurt nog best wel vaak, joh. Dat we het echt heel lang over de keukenkampioenvisie hebben. Carrero 22, absolute held die je bent. Ja, legend. Als je ruzie hebt met je baas, laat maar even weten. Hij is net toegesproken door zijn baas. Waarom? Omdat hij als afkikker zat te kijken onder werktijd. Met zijn baas is het niet leuk. Nee. Laat even wat weten doe je waar werk? Je werkt. Dan bellen we je baas even op. Ja. Of we gaan even langs. Dan melden we je even ziek. Oké. Goed, we gaan het hebben over de keukenkampioendivisie. Want dit is een rijtje. Dat betekent dus dat je de eerste periode, die kan je dan mooi winnen. En dan is het niet altijd een garantie dat je ook kampioen wordt. Nee. Maar mijn vraag aan jou. Wie gaat vanavond het eerste schild pakken? Ja, dat is een goede... ik heb namelijk eventjes hier de verschillende scenario's die er nodig zijn. Of die er mogelijk zijn. Die heb je uit je hoofd geleerd? Ik heb het geprobeerd. Maar het is er zijn behoorlijk nog wat mensen, wat clubs in de race. Oké. Sparta, die speelt tegen Telstar. Die heeft in principe een grote... Begin nou even bovenaan. Begin even bij Go Ahead. Dat is het makkelijkst. Van 1 gewoon naar onder. Ja. Maar wacht even. Ik zit even te kijken. Dit is dus een verkeerde stand.
Nee, dat is de verkeerde stand. Nee, want je begint met de derde speelronde. Dit is de ranglijst op dit moment. Precies. Ik zit te kijken, Go Ahead. Ik denk, dat kan dus helemaal niet. Nou, ja. Dus, ik weet niet wie hem gemaakt hebt. Maar bedankt dat je hem gemaakt hebt. Want eigenlijk had ik het moeten doen, maar ik was weer te lui. Maar in ieder geval, ik zal het even oplezen. Want het is echt best wel een verschillende scenario's mogelijk. Ja. Sparta, als Sparta thuis wint tegen Telstar. Kan gebeuren. Dan zijn ze het. Klaar. Oké. Okay. Simpel zat. Maar Almere of Go Ahead kan het ook winnen. Maar dan moet de Sparta punten verspelen. En dit vind ik het allerleukste eigenlijk van allemaal. Dat Almere City en Go Ahead Eagles staan gelijk qua punten. Wat leuk. En qua doelsaldo. Oh. Als het allemaal gelijk blijft, dan het kan toch? Het zijn. Komt ie aan. Spelen ze nog een wedstrijd, toch? Een beslissingswedstrijd. Ja, sorry, ik ben niet aan het stikken, jongens. Beslissingsrace. Ik vind dat we dit wel heel goed hebben voorbereid. Ja, het is uitstekend. Complimenten. FC Den Bosch. Nee, Twente kan hem ook nog winnen. Oh. Maar dan moet en Sparta en Almere City en Go Ahead Eagles punten verspelen. En dan bij gelijkspel van Sparta zou FC Twente in puntenaantal op gelijke hoogte komen. Maar de ploeg uit Enschede zal in dat geval op doelsaldo de periodetitel winnen. Dat, ja. En dan heb je nog in het uiterste geval, hè, dat is zeg maar plan F, dat Den Bosch hem pakt. Maar dan moeten dus alle bovengenoemde teams moeten punten verspelen. Mm-hmm. En dan komt hij aan. Ja. Hiervoor zal FC Den Bosch uiteraard de eigen wedstrijd moeten winnen. Uiteraard. Als Sparta Rotterdam gelijk speelt, kunnen de Brabanders in puntenaantal op gelijke hoogte komen. Maar dan zullen ze een doelsaldo van -5 goed moeten maken op Sparta. Als FC Twente de enige ploeg is die naast FC Den Bosch weet te winnen, ja, dan zal Den Bosch een doelsaldo van voorlopig -6 goed moeten maken. Dit kan echter nog oplopen door de eventuele overwinning van FC Twente. Duidelijk. Ik deed even mijn ogen dicht en dan is het echt een heerlijke voice-over. Ja, dat hoor ik vaker. Klasse. Ja. Wat wel natuurlijk opvallend is, want we zitten nog steeds naar deze stand. Kijk, dit is de stand van de ranglijst. Eerst twee wedstrijden worden er afgetrokken. Ja. En zodoende. Omdat je dus... Ja, je hebt gewoon periodes, dat begrijp je. Ja. Je hebt 38 wedstrijden, ja, en 4x9 periodes. Ja. Dus daarom was ik ook eventjes flabbergasted toen ik dit zag. Mijn vraag aan jou, ja, wie gaat hem pakken? En, vraag 2, zijn er dus nu 4 mensen op pad door Nederland met 4 schilden? Poeh, dat is een goede vraag. Ik weet dat toen met de stieren waren er inderdaad wel meerdere. Ja. En toen was, moet ik wel zeggen, toen gingen ze wel vaak naar de clubs toe die het meest waarschijnlijk waren dat die hem zouden winnen, ja, zeg maar. Okay. Dus in dit geval zouden ze dan bijvoorbeeld naar Sparta gaan en dan naar Almere, zeg maar. Nou, ze zitten niet bij Den Bosch. Nee, ik bedoel maar Twente, of Almere speelt uit bij Twente. Nee, daarom. Dus heb je twee gelijk. Naar Den Bosch zouden ze dan inderdaad niet gaan. Okay. Nee. Maar Sparta wint toch gewoon thuis van Telstar? Ja, daar ga ik wel vanuit. Daarom. Daar ga ik wel vanuit. Dus eigenlijk is het alles wat ik heb opgelezen een beetje... Nee, helemaal niet, man. Dat is niet belangrijk. Maar goed, het blijft de eerste divisie. Hè? Er kan van alles gebeuren. Ik zie het ook zomaar 0-2 worden. Ik zie Woetroe nee schudden. Nee, ik zat even te denken met die prijs. Hoe dat uitrekenen. Er kan er gewoon eentje naar Rotterdam en eentje tussen... hoe heet dat? Eentje naar... Oh nee, Eagles speelt ook uit, of niet? Nee, Eagles spelen thuis. Nou ja, dan kan dus tussen Enschede en Deventer kan er ook eentje klaarstaan. Je kan ook gewoon afspreken bij een parkeerplaats langs de tankstation. Kom hem zelf ophalen. Eens even kijken in de rust hoeveel er staat. Dat ze hem zelf op moeten komen halen. Ja, dat kan ook. Nee, maar je hebt ook nog wel eens gehad, en dan moet ik ook nog erbij zeggen, dat je bijvoorbeeld wel wint, dus wel de huldiging is, ja, dat je dan bijvoorbeeld de prijs pas de volgende thuiswedstrijd krijgt. Dat heb je vaak bij beste speler of topscorer, omdat dat nog wel soms wel eens kan verschillen. Maar Sparta gaat hem dus pakken. Ja. Toch staan er wel echt een paar heerlijke wedstrijden onder op het programma. Twente tegen Almere, ja, toch? Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, en dat is misschien... ik denk dat Almere deze ook niet gaat pakken. Okay. Ik denk dat Almere nu een beetje zeggen, sinds als Santoni Guzu, er is. Als je even bij het bord gaat staan. Ja, maar sinds Santoni hier is geweest, heb ik het... ik weet het niet. Hier. Oh, je hebt er zelf een, tuurlijk. Wat weet jij dan precies? Nou ja, ik weet wel dat het toen over wat trotser is, zeg maar, over wat knapper was. Ja. En ik weet niet, ik heb nu begint toch langzaamaan misschien wel een beetje het idee te komen dat Almere toch misschien een beetje boven haar stand heeft. De cijfers lieten het op dat moment al zien, toch? Wat ja, jouw expected goals. Ja. Nee, ja, maar ook met eigenlijk overwinningen tegen topclubs. Dat het ook het programma nog redelijk makkelijk was geweest. Ja. Maar ze hebben nu een zware periode gehad met NEC en ja, en dus NEC, nu dat Eagles hebben ze wel natuurlijk. En nu Twente, inderdaad. Maar dan mag onze eigen grote vriend Guus. Guus? Hij heet Gijs. Nee, is Guus. Jullie hebben hem... Nee. Lekker Gijsie.
Oké, okay, Niels. Gaan we door. Ja, dat vind ik dan weer geestig. We gaan door. We pakken de eerste wedstrijd in de KKD. Dat is Den Bosch tegen Eindhoven. Ja, het is natuurlijk wel een heerlijk duel. Want Den Bosch heel goed op dreef. Plek 5 nu. Maar Eindhoven, wat verrassen ze de laatste tijd, Lars? Ja, de reuzendoders las ik in het draaiboek. Ja, als Branko van der Boom het weer op zeupen hebt. Zo. Dat is natuurlijk wel een belangrijke man. Maar normaliter zou ik zeggen Den Bosch. Normaliter? Normaliter. Oké, vind ik interessant. Eindhoven wint namelijk ook wel bij Jong Ajax, bij NEC. Maar jij zet hem gewoon eentje neer. Ja. Oké. Okay. Ja. Heel goed, dan gaan we daarna naar NEC. Een van de leukste gasten van dit seizoen. Zat afgelopen dinsdag natuurlijk op de bank. Anders Atjebar. Ja. Die zich werkelijk waar met alles heeft vermoeid tijdens de show. Echt fantastisch. Tegen Top Os. Kunnen we misschien ook wel een soort van reuzendoder noemen? Ja. Toch? Ja, dat kan wel. Ja, het is echt een beetje een potje tussen twee clubs die niet helemaal lekker draaien. Hè, vorig seizoen won Os ook in Nijmegen. NEC. Ja? Ja. Oké. Okay. Laat hem gewoon. Weet je, ik vind dat ik zet nooit op gelijk spel. Nee, ik ook niet. Dit zou misschien echt een wedstrijd kunnen zeggen dat je zeg maar zegt 1-1 of 2-2. Maar goed, het blijft gokken. Kunnen ook 1x, hè? Of x2. Kan het ook? Doe dan 1x. Leuk dat je dit hebt gekeken. Ja, gast. Moet dit een vast segmentje of kunnen we ook even eruit en dan weer terug? We gaan er even tussenuit. Blijf vooral even kijken en dan zijn we zo... Ja. Lars, ik zit net te kijken op Fox Sports staat hierop. Ja. Fantastische zender. Ja. Er was een reclame te zien van Aleta Leidelmeijer. Ja. Die iets aan het vertellen was over de leukste voetbalkroeg. Maar jij zit niet in die reclame. En jij bent wel betrokken daarbij, manager toch? Manager van Lars van Velsum kan ik zeggen, we zijn nog niet uit qua geld. Nee, we zijn over de recette zijn we nog niet... Maar? Nee, ik zit niet in deze... Ja, hij is nu voorbij, maar er was net een reclame. En... Nee, ja, ik heb hem al een paar keer gezien. Maar wat gaan jullie precies doen? En wat heb jij daarmee te maken? Ik ben jurylid voor de verkiezing van de leukste voetbalkroeg van Nederland. Dus de stemperiode is nu opengegaan, de 26e. Dus iedereen kan zijn of haar favoriete voetbalkroeg. Mm. Dus waar je het liefste voetbal kijkt met je vrienden of met andere mensen. Mag ik dan ook een kroeg nomineren waar ik heel vaak zeg maar internationale wedstrijden kijk en Champions League? Dat is dus niet een Fox Sports kroeg. Irish Pub? Ja, nee, Kokos. Jij maakt het gelijk ingewikkeld voor Lars. Maar luister, als Niel wat gaat nomineren en ik ben jurylid, winnen ze sowieso niet. Dus dat maakt allemaal Waar ga je op letten als jurylid? Wat zijn voor jou belangrijke aspecten van het kijken van voetbal in een kroeg? Barvrouwen. Pilsies. Bitterballetjes. Goed beeld. Ja, dat is wel belangrijk. Weet je wat ik oprecht een van de meest belangrijke dingen vind? Nou. Wat voor scherm je ook kent, ook hebt, uit hoeveel verschillende hoeken kan je tv kijken? Mm-hmm. Want soms is het druk, hè? En dan sta je een beetje aan de zijkant. Als er dan een paal voor staat of je kan het scherm niet zien... Haak je af. Heb ik een hekel aan. Ja. Daar hou ik niet van. Maar ga je al die kroegen ook bezoeken? Nou, niet allemaal, maar... Je gaat wel ook echt het land in om een beetje te kijken. En dan een wedstrijdje daar kijken. Luk. Dus je gaat dat schakelprogramma wel een keer kijken. Er wordt nu trouwens in de chat gevraagd of je dronken bent. Nou, ik heb een paar biertjes op. Maar het is toch gewoon een interessant onderwerp. Wie vraagt het? Het is zeker interessant. Maar daarover later meer, Jan. Oh, moeten we door? We moeten door. Vroeg of ik dronken was trouwens. Je mag Azamar. Azamar nog niet. Maar als je een biertje wil drinken... Meest woke persoon uit onze chat. Vind ik het gezellig, ja? Ja, absoluut. Hoe heet die halve Engelsman ook alweer die altijd wel dronken was aan het einde van de show? James Worthy. Oh, als ik met James word vergeleken, dan vind ik het prima. Had je maar 1% van zijn talent. We gaan door met het totobord. En dan gaan we naar Almere op bezoek bij FC Twente. En er werd net gezegd in de chat dat iemand zeker wist... Even kijken. Mag ik nog even één... Almere speelt gelijk of wint in Twente. Je mag Azamar. Die zei dat ook al. Die zegt gewoon meer. Kijk eens hier. Wat zet Nederland in? Twente, 74%. Ja. Almere City 13%. Ai, ai, ai. Het is een gevoeletje, maar ik denk dat het 20 gaat worden inderdaad. Ik denk x2. Waarom? Omdat Almere het gewoon... Jongens... Almere het gewoon? Maak even je zin af. Het gewoon organisatorisch goed voor elkaar gaat hebben. Dat is helemaal niet waar. Daar? Oh, daar gaat hebben. Je kijkt vooruit. Ja. Ja, dat weten we niet. Nee, ik denk dat het probleem is geweest van de afgelopen weken... dat er nu de favoriete rol op een gegeven moment bij Almere werd neergelegd. En dat de ploeg andere dingen ging doen dan dat van ze verwacht werd. Wat deden ze dan anders? Nou, dat zij dus het initiatief moesten gaan nemen.
Als je kijkt bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Eagles, hoe Eagles Almere steeds probeerde te lokken. Je hebt die wedstrijd niet gezien. Zeker wel. Maar? Nee, ik zit even na te denken. Ik vind het helemaal geen gek punt van je. Maar ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat Almere, waar we het net over hadden, voor het eerst echte tegenstand te hebben. En wat ik vooral vond tegen Go Ahead Eagles, was dat Go Ahead Eagles die speelde wat... Ja, ik vind altijd grote mannenvoetbal, vind ik altijd een domme term. Maar ga je wel gebruiken. Het was fysieker, het was allemaal even wat feller. Het was minder voetbal misschien. Snap je? Het was meer op passie. En ik denk dat bijvoorbeeld Twente dat nu ook kan brengen. Vooral met die Zuid-Amerikanen die ze ook hebben rondlopen. Cantela Piedra is een Spanjaard, toch? Ja, gast. Ricardinho is een Braziliaan. Maar die vind ik niet zo goed, maar die heeft wel spirit. Weet je? En ik denk dat dat een ding is waarmee ze misschien net even wat... plus behoorlijk wat thuispubliek. Hè? Ik ga ook voor een eentje, hoor. Dus ik ga ook voor moet van goede huizen komen. Nee, gewoon laten staan, Niel. Ja? Ik kan hier echt heel weinig zien. Zo, Woutrou... De Nestor van deze studio, die overroelt op zo'n allemaal. Ja, maar jij vindt dat nu prima, omdat hij staat zoals jij hem wil hebben staan. Is dat zo? Maar vind ik best, want dan kunnen we hem weer afzeiken als het allemaal fout is. Dus oké, doen we dat. Ja, onthouden we jij was één keer niet... Ja, nu kun je het krijgen, jongen. Dat van Bayern München, Ajax, daar ga ik nog zo lang op tegen. Oh ja, inderdaad. Maar dat zou ik ook vooral doen als ik jou was. Jij hebt hier vorige week vrijdag met je grote vriend Koning Toto... hebben jullie het hele bord overgenomen. Hoeveel hadden jullie er goed? Jij bent één keer niet in de studio afgelopen dinsdag. Hoeveel hadden we er goed afgelopen dinsdag toen jij er één keer niet was? Volgens mij moeten we even een balkje in beeld brengen voor de mensen dat ze even hun volume wat terug moeten draaien. Nee, maar even serieus. Jij bent één keer niet in de studio geweest. Wij hebben hier even een keer met Jaron, die het voortouw heeft gepakt. Hè? Was jij er? Nee. Ja. Maar ik ben er wel vaker niet. Nee. Jaron, 8 van de 9 goed. 8 van de 9, hè? Ja, ja. Oh, ja, dat is niet alle 9. Nee, jij had 2 van de 9. Dat is ook niet alle 9. Nee, dat klopt. Maar dat betekent wel dat we geld hebben gepakt. Jaron, dan kunnen we nu het beste naar jou kijken. Ja, nou, de meningen zijn verdeeld, dus wat zeg jij hier... over Twente? Jaron, als je er minder dan 8 goed hebt, dan is dit je laatste keer vandaag hier. Dat is, Wat jij dan? Ga jij daarover? Ik voel wel druk, maar ik heb zowel Twente als Almere City letterlijk nog 0 minuten gezien. Dus ik kan hier echt helemaal niks over zeggen. Daar gaat het ook niet om. Het gaat mama doet dan ook niet alle wedstrijden. Maar dan ga je er wel lekker neutraal in. Oké, even rusten, want Gijs kwam met het allerbeste. Even rusten, zegt de man. Dat is Gijs, hè? Ja, dat door de toch? Hey, ik ben van mening, jij en Wouter die zeggen x2 en anderen zeggen weer een eentje. Dus daarom zeg ik, Jaron, ook al heb je 0 minuten gezien, ik ook, dus jij mag het zeggen. Ga je voor een eentje of een x2? Hoe kan het zijn dat hier 2 gasten rondlopen die nog geen minuut van Twente of Almere City hebben gezien? Ja, dat is gênant. Ja, buitenlands voetbal. Buitenlands voetbal. En Gijs doet de hoofdklasse A bij hockey. Wat speelt het dan in La Liga op vrijdagavond om 8 uur? He, of in de Premier League. Weet ik niet, hoor. Eintracht Frankfurt, vorige week. Ja. 7-1. 4 keer. Vijf keer Jovic. En dan ga je naar RKC zitten kijken. Ja, geen bout dan, man. Die hele... Ja. Maar, kom op, Jeroen. Doe het even gewoon. Even ik, Nederland, 74%. Kan je geen bel aanvallen. Santoni, zeg maar. De trainer van... Miguel Santoni van Almere City. Vind ik een heel interessant trainer. Maar ja, weet je, ik ga nu alleen maar roepen wat ik heb gelezen. Ik denk Twente. Zullen we even Tim skypen? Gaat bijna het veld op. Als je die hier nog aan de lijn krijgt. Ja, die is gek. Maar ik hoorde hier iemand Twente zeggen. Ik weet het niet. Ja, ik thuiswedstrijd, Almere, de laatste 2 wedstrijden verloren. Precies. De Grolsvesten, gaat erachter staan. Gaat erachter staan met z'n allen. Gek, wat ik net allemaal gezegd heb. Ja, nou, luister goed mee. Ik bevestig toch ook alleen wat je zegt. Goed, heel goed. Maar hier pakken we dus echt geen ene snij mee, hè? Ja, maar daar gaat het niet om, Niel. Het gaat erom of het klopt of niet. Ik kan er nog 8 goed hebben. Ja, die ene goal, hè. Anders, de Celtics tegen de Lakers gegaan met anders Archie Barnett, Wiegers Maduro. Ja. Dan had ik een shirtje gekregen. Oh. Goed. Heb je weer een mooi verhaal over dat je met een keer met voetballers op stap was? Ja. Wat vind je het mooiste verhaal tot nu toe? Ja, dat is niet per se, dat is meer met oud-voetballers. Maar dat is elke keer dat jij aan het voetballen bent door de week. Doe je dat eigenlijk nog? Ik heb er lang niet meer over gehoord. Power League. Het team is uit elkaar gevallen. Niet meer met de bondscoach geen tijd meer? Nou, we kwamen er serieus niet uit met wedstrijdpremies. Wie wil het meest? Jij, hè? Technisch directeur ergens. Ja. Goed, laten we ook gelijk de onderste 3 even pakken. Nou, die ene staat goed. Olympique Marseille tegen Paris Saint-Germain. Daar mocht ik eigenlijk geen eens over praten. Toch? Hey, het was hot take hier vandaag. En dan Barça tegen Real. En eigenlijk, Barça-Real... moeten we gewoon eigenlijk luisteren naar onze grote vriend. Toch? De man die Barcelona het best volgt van ons allemaal. En dat is Aviv. Zo, Jean. Oh. Yo, dames en heren. Jammer dat ik er niet bij kan zijn in de studio. Maar ik zit hier met Backstreet Boys weliswaar op de achtergrond. Maar laat dat niet afleiden van het feit dat
de Classico is over 2 dagen. Ik heb er hartstikke veel zin in. Wat voor wedstrijd gaat het worden? Weet ik niet helemaal. Messi en Cristiano Ronaldo zijn er niet bij voor het eerst sinds het seizoen 2007-2008. Toen stonden Wesley Sneijder en Andres Iniesta nog tegenover elkaar op het middenveld. Real Madrid won met 1-0 door doelpunt van Julio Baptista in Camp Nou. Barcelona is een beetje in een wisselend vorm. Wonnen weliswaar 2-0 van Inter afgelopen weekend. SO Willem Haak. Maar het spel was nog niet echt sprankelend. Dat komt een beetje door het feit dat Valverde een beetje een verdedigende coach is. Bij een 1-0 voorsprong wisselt hij vrijwel altijd verdedigend. Dus dat was dit keer ook het geval. Semedo kwam erin. Arturo Vidal kwam erin. En er gingen aanvallers eruit. Ik verwacht in ieder geval een kleine overwinning voor Barcelona. En dat zal wel vreemd zijn. Want normaal gesproken spelen ze altijd in het Bernabeu veel beter dan in Camp Nou. Real Madrid komt echt een slechte vorm aan. Laatste 5 wedstrijden zelfs in de competitie niet gewonnen. Waarvan 3 nederlagen, 2 gelijke spelen. Maar daar heb je het factor Messi. En Messi, alhoewel hij heel erg goed kan voetballen, brengt hij ook nog met zich mee dat wanneer hij speelt, dat Real Madrid, dat er angst in de ploeg kruipt. En dat zal nu niet het geval zijn. Dus misschien zal Real Madrid bevrijd spelen. Wie weet, ik verwacht in ieder geval een kleine nederlaag. Let's see. Oeh, een kleine nederlaag voor? Voor Real. Je had niet gelegen. Heeft hij wat met Barcelona? Of? Weet ik niet. Binnenkort meer nieuws over Van Aviv en Barcelona. Oh. Dus laten we even kijken wat Nederland denkt. Ja, dat is wel mooi, hè? De verdeeldheid in Nederland. Behalve als het over voetbal gaat. 82%. Wat Jezus. Is dit nou weer voor uitspraak, man? Je schrok er zelf van, of niet? Ja, ik schrok meer dat je gewoon... Voetbal brengt Nederland weer samen. Nieuw Petersen. Prima. Ja. Is dit Nieuw Petersen of Gandhi? Nu kiezen. Zo. Oké, maar ik denk X2'tje. Ja? Ja, jij zet uit principe niet op Barça, toch? Nee, dat klopt. Nou ja, ik vind het geen eens zo heel erg gek. Zeg maar, natuurlijk, Barça is wel in een veel betere vorm dan Real. Ik denk dat daar hoef je geen voetbal voor te volgen. Maar ja, lekker zo typisch te zeggen, wedstrijd op zich, al dat soort onzin. Ja, ja. Maar ik denk eigenlijk hier een gelijk spelletje. Ik denk dat, jij durft een X te spelen hier? Ik durf een X te spelen, maar om veilig te spelen zou ik dan wel 1X spelen. Maar dan is die quote nog lager. Ja, Ik zou 1x2 doen, dat zou ik bij elke pot doen. Nee, 1x. Maar wat is je bent echt dronken en nee, doof ik nu. Ik vond het ook wel, Jan. Hey, maar wat dus, is de quote dan als je hem ertussen zet? Want dat zie ik niet staan. 1-2-20. Bij alles. Ben ik dronken? Jongens, laten we even de regie terugpakken. Goed, we denken dus 1x of 1? Laten we even een rondje snel doen. 1x. X2, denk ik. Maar goed, ik ben een beetje... 1. 1. 1. Ja, 1x. Dan doen we dus een 1. Laatste wedstrijd. Napoli tegen Roma. Moeten die Eredivisie-potje ook nog doen? Ja, dat gaan we zo nog doen. Ja. We zijn nog niet klaar. We zijn net over de helft. 1 minuut over de helft. Als Hamsik nu wel schiet, dan wint Napoli. Want? Ja, oh, je hebt niet gekeken. Ja, zeker wel. Emil Schilfus. Ja, dat bedoel ik. Ja, dus, maar wat nu bedoel wel je? Schiet, dan weer Napoli. Ja, als jij zegt, dit zegt hè, niet heel Nederland zit naar Emil Schilfus te kijken. Ja, okay. Als Nederland naar FC Afrika kijkt op vrijdagmiddag, dan kijk je ook op woensdagavond naar het Schaalkanaal Champions League. Nee hoor. Wel heel vervelend. Gewoon 1 wedstrijd. Heel vervelend dat Emil Schilfus hem de hele wedstrijd Driesje noemde. Ja, echt vernederend. Waarom doe je dat? Dus hij heeft gewoon Dries Mertens. Mertensje, allerlei varianten ook. Ik vond het ook een beetje... Maar, beetje maar goed, we kunnen nog wel een boekje elke seconde die we nu aan Emil Schelvis besteden, aan iets nuttigs besteden? Okay, zijn compensatie voor jeugdtrauma's? Oh yes. Of is dat een hele... Nou, dat ik denk dat we nu even gewoon moeten zeggen, okay, Napoli wint die pot. Napoli lekker. Wint die pot. Tuurlijk. Napoli had moeten winnen in Parijs. Dat was natuurlijk een enorme stunt geweest. Roma had absoluut geen last. Heel kort over Napoli. Het is wel super interessant om te zien hoe Napoli is veranderd onder Sarri en nu onder Ancelotti. En dan met name het opbouw. Mm-hmm. Ja. Dat okay. Is zo interessant. Nou, eentje. Door. En leg even uit dan. Ja, daar ben ik ook benieuwd. Ja. Jij zegt, ik kijk geen keukenkampioendivisie, want ik kijk buitenlands voetbal. Leg even uit. Sarri en Ancelotti. Pak hem even, pak even de camera, Hiro.
Ik ga er even voor zitten. Nee, wat ik heel interessant vind, zeg maar, als je kijkt het voetbal waar onder Sarri ging dat met name onder Jorginho, korte driehoekjes maken, het spelprincipe was meer. En nu kiezen ze veel meer als ze onder druk staan voor de lange bal, zeg maar, proberen ze directer te spelen. En uiteindelijk, als je naar de resultaten kijkt, zijn ze om en erbij gelijk. En ik vind dat wel heel interessant dat je eigenlijk met twee totaal verschillende spelprincipes in een jaar, waarin een team echt bijna 180 graden verandert. Zonder een hele andere selectie? Andere selectie inderdaad, maar wel dezelfde resultaten weten halen. En, geen andere selectie. Geen andere selectie is weg, toch? Voor de rest. Nee, sorry. Nee, is goed. Nee, goed. Laten we gewoon vrienden. Niet alleen jij maakt wel eens een foutje, Lars. Ja, precies. Dus daarom eigenlijk mijn opmerking. Maar laten we teruggaan naar de keukenkampioenenvisie. Nee, ik vind het heel mooi. Ik wil nog even vragen, hoe goed is die ene Poolse jongen die bij Genoa speelt? Die Piątek? Ja, je zegt Piątek, maar het is Piątek. Of je schrijft Piątek, maar het is Piątek volgens mij. Piątek, maar het is wel een fenomeen ondertussen, of niet? Wat zeg je? Toch? Zeker in het begin van het seizoen was hij toch gewoon... Ja, die is uit niets gekomen. Hetzelfde als de jongen die naar AS Roma is gegaan. Die heeft ook één goed seizoen gehad. Ja, Chic. Chic, ja. En dat is eigenlijk goals, weer... Over Genoa, voor zo'n... Ja, Wesley Victor Mark was er redelijk vroeg bij. Die zei al redelijk snel van dat is een grote. Early adapter. Hij zit er lekker in. Dus het zal er vast bij Lo Stadio, even pluggen, ook over gaan. Denk je? Ja, vast wel. Oké, ja, deze... Luistert, jij wel? Je hebt hem nog niet geluisterd? Nee. Oké. Nee, ja, ik heb hem net gemonteerd, dus ik heb een heel groot gedeelte geluisterd. Ik kan hem weer aanraden. Sowieso wel hele goede reacties opgekregen. Ik zou hem vanavond of morgen even checken. Lo Stadio, de podcast over het Italiaanse voetbal. Deze week met Sander Jonkman, einddirecteur bij Fox Sports. Samen met Willem Haak. Over... Vooral Italië, liefhebber, toch? Jazeker, ja, absoluut. En, Van Willem Haak is het een klein bruggetje naar de man bij de Oude Meerdijk. Hein van der Boogaard, nuchter voor de Oude Meerdijk. Nog steeds nuchter inderdaad, Niel. Ja, we hebben moeten doorrijden. Maar we zijn er beland bij de Oude Meerdijk. We gaan zo meteen nog eventjes het feestje induiken. Alleen moet het nog een beetje losbarsten. Want er staan een paar mensen een biertje te drinken. Maar het moet nog even losbarsten. Het is ook niet zo heel raar. Het is bijna 7 uur. Dus ruim een uur nog voor de wedstrijd. Het zou wel raar zijn als het hier nu al helemaal los zou gaan. Het wordt in ieder geval een spannende wedstrijd hier. En je ziet het. Verderop staan wat kinderen. Die staan ook al te wachten, staan te trappelen tot ze naar binnen kunnen. We kunnen wel eventjes een kijkje gaan nemen. Ik zou even naar Hein. Er gebeurt nog niet zoveel, jongens. Hebben jullie ondertussen... Heb jij ooit het fragment gezien van Tom Egberts bij het WK? Het ging over de oude journalistiek versus de nieuwe journalistiek. Je kan nooit inbreken als er niks is. Dan moet je zorgen dat er iets is. Dus ik zou zeggen, ga nieuws maken daar. Ga naar het feest toe. Ga naar het feest toe. Ja, we gaan nieuws... Ja, we gaan het grote feest toe. Kijk, hier zijn we live. Hier gebeurt het allemaal. Hier staan de fans van Emmen. Jongens, we staan live. Even een korte vraag. Hoeveel gaat het worden vanavond? 3-0 voor Emmen. 3-0. En wie gaat hem maken? Arias, Jansen en Nick Bakker. En daar denkt u hetzelfde over? Want u bent de vader, neem ik aan. Ik heb er even zelf van, dus ik denk het wel, ja. U gaat gewoon gezellig mee met uw zoon. Zeker. Nou, dan gaan we nog even verder. Veel plezier en eet smakelijk. Jongens, mag ik jullie wat vragen? We zijn live. Hoeveel gaat het worden vanavond? Nou, ik denk 1-3. Ik hoop het niet, maar ik denk het wel. Ja, hoezo denkt u dat? Nou, ik denk dat VVV veel sterker is uit het linker rijtje. Dus die gaan hartstikke goed. Gaat Emmen nooit redden. Nee, is er dan sprake van een kleine crisis in Emmen of is dat nog veel te vroeg? Nou, dat is nog te vroeg. Het seizoen is nog lang, hè. Dus, maar ze krijgen het moeilijk. Maar ze gaan het aan. Ja, want een tijdje terug hadden jullie het moeilijk. Of tenminste, hadden jullie een beetje pech tegen Fortuna hier thuis. Het zou toch wel lekker zijn. Jij zegt 1-3, het zou toch wel lekker zijn voor jullie, even winnen. Ja, ik hoop dat het andersom is, tuurlijk. Maar tegen Fortuna hadden ze gewoon een punt moeten pakken. Je bent realistisch gewoon? Ja, gewoon realistisch, dat is het. Hey, en waar barst het feest zo meteen los? Is dat hier? Hier, ja. Dus we moeten hier nog even blijven en dan barst het zo los? Als je nog een half uurtje wacht, dan hebben we hier feest. Oh, dan hebben we feest. Nou, wij gaan nog even een half uurtje wachten, denk ik. En dan gaan we hier hossen en stampen en bier drinken. Nee. En dan hopen we tenminste voor de fans hier dat het een keertje positief eindigt, ja. Je bent nu een middag op pad in Emmen. Je hebt de Emmen Experience meegemaakt. Je hebt positieve geluiden gehoord over vanavond, negatieve geluiden gehoord over vanavond. Maar wat zegt het gevoel van Hein van der Boogaard? Mijn gevoel? Nou ja, ik ben ten eerste hartstikke warm opgevangen in Emmen. Ik gun het de mensen vooral heel erg. Zeker omdat het hun eerste overwinning in de Eredivisie zal gaan worden. Mijn gevoel zegt een 2-2. Maar ja, mijn gevoel is natuurlijk niet leidend. We gaan het zien vanavond. Prachtig. En kan je het iedereen aanraden om op een vrijdagavond naar Emmen af te reizen om daar een wedstrijdje van Emmen mee te pakken?
Ik kan het iedereen aanraden om inderdaad hier naartoe te gaan. Al zou ik niet al te vroeg gaan. Want zoals jullie hebben gezien, als ik hier om 4:30 rondliep, gebeurde er nog heel weinig. Dus ik zal lekker rond een uurtje of 7:30, als ze 8:00 spelen, lekker naar Emmen gaan. En dan, ja, dan is het hartstikke leuk. En niet te vergeten, Dick's Broodjeshuis. Want die man, ah joh, die is zo lief. Ik gun het hem. Hoeveel broodjes heb je op dan? Eentje maar. Hey, tot slot, het is voor mij nog steeds een vraag sinds vorig jaar. Ik denk dat die mensen daar achter je aan die tafel daar vast wat antwoord op kunnen geven. Wie is er nou een grotere held in Emmen? Is dat Dick Lukien of Anko Jansen? Ik hoor de naam van Anko Jansen eigenlijk wat vaker vallen. Nee, maar die mensen achter je, want ze zitten allemaal je aan te kijken. Zijn geweest. We zijn op 3 plekken geweest. Oh, wie? Nou ja, dat valt wel mee, joh. Ze staan op mijn telefoon te kijken. Oké, ik ga het gewoon even testen. Jongens, wie is de grotere held? We zijn live trouwens. Wie is de grotere held? Dick Lukien of Anko Jansen? Oeh, dat is een lastige. Wat zeg je gevoel? Ga ik toch voor Anko. Waarom? Ja, weet ik niet. Heeft ons toch naar de Eredivisie geholpen. Ja, kan je nog herinneren hoe dat was? Kan je dat nog een beetje herinneren of was het... Nee, dat was een afstandsscore, dat weet ik nog wel. Ja, maar kan je nog herinneren hoe het voelde, de promotie? Ja, dat voelde wel goed, ja. Dat was wel lang. Ja. Kan je beschrijven hoe dat eruit zag hier? Ja, dat weet ik niet meer. Was je een beetje dronken? Ja. Hoeveel gaat het worden? Een magere overwinning, hoop ik. Hoop ik. Ik gun het jullie, want jullie snakken ernaar, hè, de eerste overwinning. Ja, dat sowieso, ja. Ja. Het gaat wel lastig worden tegen VVV. Ja, goede ploeg. Vijfde hadden we niet verwacht, toch? Nee. Maar ja, we gaan meemaken. Vorige keer stonden ze ook met 2 doelpunten verschil voor. Dus, Wie weet. Wie weet, ik hoop het beste. Niel, je hoort het. Anko Jansen wordt hier toch wel genoemd als de grote held van Emmen. Maar Dick Lukien, ja, die ook wel gewoon. Laten we het niet gaan kiezen tussen die twee. Oké, bedankt Hein. Ja, Niel die komt niet meer bij. Dank je wel, veel plezier vanavond en we zien je volgende week. Hey, later jongens. Hij zit gewoon te janken hier naast me, jongens. Sorry, we moeten even naar het totenbord. Ja. Nou, Guus, pak hem op. En mijn VVV, we hebben er veel over gehoord. Sorry, we hebben er veel over gehoord. Wat gaan we doen, jongens? Nou, ik vond die gozer die zei, ja, wordt gewoon 1-3. Die was een beetje bevooroordeeld. Ja. Die had een duidelijke fanloos accent, als je goed kan herinneren. Maar laten we die gewoon pakken voor een tweetje. Verder niet te moeilijk over doen. Ik vind dat we ook af en toe... X2'tje zou ik doen. Wat is die quote, is die quote van... 2,49. VVV. Ja toch, hoppa. Ah, ik zou X2 zeggen. Want? Nee. Ja, omdat het gewoon vervelend is tegen Emmen voetballen. Ja, ga maar aan PSV. Heb jij dat vaak gedaan? Uit. Ik heb daar 90 minuten op de bank gezeten in de Oude Meer. Te lang. Goed. Groningen PSV. Ja, ik hoorde dat... PSV-fans toch allemaal een beetje huiverig zijn voor deze pot. Omdat dan Groningen opeens misschien dan tegen PSV het heilige vuur hervindt. Laatste paar keer succes. Hou op, man. Laatste paar keer steeds gelijk. Ja, ik hoorde dat van PSV-fans. Ik zou ook altijd zeggen, je zet gewoon vol PSV. Al je geld, je hypotheek, je zet er alles op. Heb je een hypotheek? Jij hebt veel geld. Ja. Wil je dat misschien een keer onze kijkers uitleggen? Waarom jij zoveel geld hebt? Ja, dat doen we een andere keer, oké? Okay. Valt namelijk best wel mee. Maar goed, gaan gewoon voor PSV, toch? Ja, ik neem het. Laat ik het zo zeggen. Dit seizoen is er nog niks geweest bij Groningen waarvan ik dacht... ja, dat geeft nu aanleiding om te zeggen dat Groningen een goed resultaat gaat boeken. Maar jij bent de jongen van de club? Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Maar gaat het nog goed komen? Wat hoop je? Lees het interview met Hans Nijland deze week. Maar denk jij dat Groningen... want ik denk dat namelijk wel. Ik ben benieuwd hoe jij of jullie daarover denken. Dat Groningen ook echt gewoon... 18e zal die gaan worden, maar 17e of 16e. Dat zou echt dit seizoen wel kunnen. Ja, maar waarom kan 18e dan niet? Omdat er zijn wel ploegen die, ja, of er is een ploeg. Is de Graafschap slechter dan Groningen op dit moment? Ja. Maar ja. Ondertussen staat Groningen laatste, jongens. Ja. Dat is waar, dat klopt. Dan kun je lullen als Brugman. Maar ik bedoel, als het zo blijft... Groningen, nee, die gaan het heel lang heel zwaar krijgen. In de winterstop gaan ze 2 spelers halen. Wie? Laat ik zo zeggen, het scoutingslijstje geeft wat meerdere namen aan. Wat ik opmerkelijk vond, ze waren dus ook op zoek naar een rechtsback. Dus dat is heel onmerkelijk. Waar Zeefijk nu gewoon toch staat? Ja, voor mij is dat ook niet je probleem. Nee, dat lijkt me ook niet. Toch? En voor mij kan ook in nood daar is je tweede man Te Wierik, toch? Die op rechtsback kan spelen. Die je daardoor schuift. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik denk dat je eerder, als je daar dus steeds over loopt te zeuren, dat je zo'n jonge ploeg hebt, een man met ervaring moet halen. En het zou fijn zijn als je doelpunt haalt. Misschien Matthias Pogba halen.
Vind ik leuk. Moeten we nog even de klassieker doen, jongens? Ja, de klassieker. Ja, sorry. Ik denk dat... Ajax. Ik heb het... Ja, Jan, ik wil het ook zeggen. Ik heb vandaag bij de vrienden van Toto voorspeld. Ik heb Ajax voor bij rust. Ja. En Ajax ook winnen. Nou, dat kan je doen. En? Denk je dat het ook wordt? Kijk, dit zijn wedstrijden, daar denk je niet, daar hoop je alleen maar. 10% in Nederland denkt dat Feyenoord wint trouwens. Ik hoor bij die 10%. Oké. Okay. Ik zet hem op 1x. Zo? Nee. Als Ajax-fan? Ik ben niet voor Ajax. Oh. Je moet toch een beetje gokken? Ik zie gerust in de 88e minuut Berghuis nog wel even eentje inprikken. 1-1. 1x of niet helemaal niks, hè? Nee, maar even serieus, jongens. Oké, prima. Jij denkt 1x. Ik ben de enige die zegt Feyenoord. Als jullie zeggen doe Ajax, dan zeg ik, dat begrijp ik heel goed. Gewoon lekker doen. Jij zegt Feyenoord? Ja, man. Feyenoord gaat gewoon pakken. Zou het voor het eerst jongens, Jan is officieel dronken. Zijn sinds? 2005, Dirk Kuyt scoorde. Dat moest die Jurgensen nog even vertellen afgelopen week. Erwin Koeman was trainer. Kalou scoorde ook. Garistea scoorde voor Ajax. Verne Snoor kreeg rood. En Danny Blind was coach bij Ajax. Leuk feitje over Angelos Garisteas. De enige buitenlander ooit die voor zowel Ajax als Feyenoord scoorde in de klassieker. Oh, scoorde. Oh ja, inderdaad. Hij heeft nu een leuk etentje in Amsterdam voor mij, toch? Ja, een Frans. Dat vind ik leuk. Franse eetspecialiteit. Ja. Moeten we lekker heen? En je bent Grieks. Maar goed, dat is één. Okay. Hé, wat denk jij, Jeroen? Ajax, Feyenoord. 1, makkelijk. Gijs? Ik ga ook voor 1. Nou, laten we hem op 1 staan. Het rekenwonder van de pijp. Ja, wakker worden. Het rekenwonder van de pijp zet om 6:45 zijn wekker. Ja. Je moet de knop indrukken, anders horen ze je niet. Oh, jongens. Ja, dan pak ik wel even ons eigen mooie bestand erbij. Is het niet van... Jokke, bro. Heb je hem niet gebruikt? Nee. Altijd gewoon onze eigen vast. Ruben Monsman heeft er zoveel tijd en energie en liefde in gestoken. En jij zegt, hey Ruben Monsman, superleuk dat je het doet. Maar ik maak mijn eigen Excel sheet. Zeg jij dit nu tegen Ruben Monsman? Ik denk dat Ruben Monsman nu uit de chat wegloopt. Daar komt zat hij in de chat? Ja, sorry. Die zit dag en nacht in de chat. Ruben Monsman is maar goed, even terug naar de Toto. Sorry. De eerste drie wedstrijden van de Eredivisie, dat is een kwartering van 64. Dus dat wordt bijna €50 die we pakken in het tientje. De keukenkampioen. Dat wordt 2,94. Ja, dan gaan we echt even iets anders inzetten. Sorry, jongens. Oké, Os. Nee. Ja, oké, we moeten afronden. Laat maar staan. Kijk bij Den Bosch. Gaan we door. En de buitenlandse wedstrijden 4,85. En okay, als we alles totaal samen spelen is 65,50. Nou, lekker. Dus dat is €3. €650, lekker man. Oh nee. Goed. Kunnen we lekker eten bij, weet ik veel waar we gaan eten. Dik brood. Bij Giel. Gijs. Giel de Bok. Mag ik je danken? Oh, je staat uit. Nou, goed. Dank. Als het goed is, staat 10 uur aan. Nou ja, het is genoeg zo. Jan, volgende keer iets minder bier drinken, maar ik heb wel wat ik heb helemaal niet zoveel bier gedronken, hoor. Ik moet wel echt, jongens, uit... De chat was vandaag legendarisch. Wat was de beste comment die je hebt gezien? De beste comment? Gaan wij zo even... We kunnen nee, nu. Even live. Even shine geven. Nou, dat Ruben Monsterman nu zegt, FC Afkik is mijn leven. Je maakt je er makkelijk van af, maar voor deze keer... Ja, dat is gewoon, ja. En er staat nu iemand, Freesia is mijn leven. Ja, goed. Je mag, Azamar, shout-out voor jou, jongen. Ook vaste kijker en ook vaste man in de chat. Een SO voor jou op Fox Sports. Is toch mooi meegenomen. Carrero 22, we gaan je aan een nieuwe baan helpen als je baas moeilijk doet. We helpen jullie allemaal in de chat, jongens. Jullie zijn van ons. Hou van jullie. Goed. Jaron, dankjewel. Veel plezier nog met de Woerders Koeienmarkt. Of Mark. Mat. Koeienmarkt. Wat ga je doen? Mensen willen weten. Ga jij lekker hier schakelkanaaltje kijken of ga je één wedstrijdje kijken? Ja, nee, schakeltje. Pak ik even. En morgen werken. En zondag klassieker. En Red Dead Redemption 2. Top game. Goed, Woetroe. Dankjewel. Zet je er weer overheen. Rekenwonder uit de pijp. Dankjewel, jongens. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Het wordt bedankt, een heerlijk voetbalweekend. Nee, met Thomas ben ik nog niet klaar, hoor. Oh, oké, ga door. Met Thomas heb ik dus verloren van jou en Sylvester van der Water. Thomas, je was top vandaag. Jullie bedankt voor het kijken. Geniet van dit heerlijke voetbalweekend. Klassiekertjes in elk land bijna. Komende dinsdag zijn we er gewoon weer om 16:30. Graag. Tot dan. Ja.